The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. it's a hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de MSD Not the face! libbers op een millenair. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Vandaag weer een beetje familie op bezoek. Uh, hij is acteur, regisseur, komiek en voormalig artistiek leider van de kleinkunstafdeling op de studio Herman Terlink. Ja. Iedereen is, uh, kent hem in Vlaanderen of hij is onsterfelijk geworden als de Danny van Matrouskas. Of als Lou de Man van Krimi Clowns. We kennen elkaar al jarenlang. En ik ben blij dat hem hier is. Welkom, Manu Kersting. Alex. Hoe <laughs> is het? Heel goed, <laughs> ik ben blij dat ik er ook ben. Oké. Ik, okay. ik volgde al een tijdje. En ik had van, Ik moet daar ook eens gewoon zitten, jong. Dat is wel tof dat jij, zo, dat jij er, er straks tegen mij bezig wordt. Van ik ga moeten beslissen. in ja. welk <laughs> accent dat ik het ga doen. Ja. Want uh, dat hetgeen dat ik mij jaren afvroeg. toen ik je leerde kennen. Als uh, toen wordde jij artistiek directeur. Ja, ja, ja. Uh, ik kwam je toen auditie. Die doen ja. en dat soort dingen. Daarover straks meer. Maar um, ja, ik, 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 ik viel achterover van het feit dat jij een Nederlander wordt, die zo'n onwaarschijnlijk Antwerpse accent had. Maar daar ja. blijkt ook wel een reden voor te zijn. jij zit hier geboren eigenlijk? Ja, ja mijn, 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 mijn moeder, mm -hmm. mijn moeder dus, die, uh, die, die, die is van Deurne mm -hmm. en mijn vader is van Rotterdam. Ja. En die is hier neergestreken eind jaren 50 ja. als uh, kunstenaar. Is hem hier in Antwerpen komen wonen, muzikant, beeldend kunstenaar. En die heeft mijn moeder leren kennen en zo heeft hij een gezin gesticht. Ja. En dat is waar, waar ben waar zit eigenlijk geboren hier? Want jij is echt centrum, centrum. Ja, in hè? de buurt van de Ossenmert. De Ossenmert. oh my god, de studentenbeurt. Ja. De, de, de was het de mutshoortstof? Ik weet niet, dat was een moderaas. Ja. Voilà. Okay. Daar ben ik geboren. Ja. Je krijgt gewoon de tijd van de ene in de andere. Ja. Dat is wel funny om te ja, horen. Ik kan er niks aan doen. Dat is, ik ben echt zo schizofreen. Dat, ja. Is, ja. dat is raar. want Ik, heb dat, ik, ik, had, ik had een indruk soms. Zo vroeger had ik meer de indruk als je zo bij, in studio zat. dat jij heel hard je Nederlands ding ja. deed. Ja. En dan ineens kwam dat er zo van tijd tot tijd uit dat je zo denkt: holy fuck, zo, ja. dat is te goed Antwerps voor een Nederlander. Ja. Want je hebt, ja, dat is ook zo één ding dat ze vaak hebben met, met accenten. Is uh, elke Vlaming denkt dat hem een Nederlander kan nadoen, maar een Nederlander heeft meteen door dat dat niet zo is en andersom. Andersom he? nog meer, hè? Ja, ja, ja Want je hebt in het Antwerps heb je het mannelijk en het vrouwelijk. Ja. En daar heeft de Hollander geen kaas van gegeten. Ja. ja dus een vangt, a wife. Ja. Je zegt niet een wife en a vangt. Ja, 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 En dus dat kun je op al die dingen toepassen, zoals le en la in het Frans. En ja. Daar Pakte een Hollander direct mee als hij ja. een zegt of zegt. Ja, want die ja, hebben ook de, de neiging om van alles zo ukken en ja, tshut ja. te maken, maar ja. bij woorden waar wij dat niet bij doen. Exact. Ook soms. Ja. Dat je ook denkt van, nee, 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 nee. maar bij u was dat niet. En dat was het heel grappige, want jij deed dan, ik weet niet meer wat dat was, maar jij, jij deed zo. Eigenlijk een, een soort voorbode van wat de Danny ging zijn toen. Ja. Ooit, dat herinner ik mij nog, dat jij zoiets. Wij moesten zoiets doen en je moest een buitenwipper zijn of zo. En jij deed dat al voor, bij van die geesten zit dat al in hun pinkje. Ah, ja. En ik had zoiets van. Dat is wel een heel goed Antwerpse accent. Oké. Okay. Dus dat is zelden dat je dat, je dat eigenlijk meemocht. Ja. Ik, ik heb dat altijd met Engels zelf. Ja. Um, omdat ik. Uh, mijn vader is van het noorden van Engeland. Hè? Dus als ik eigenlijk Engels spreek zoals mijn vader dat sprak, dan. I speak with a really Northeastern English accent. Maar als ik dan um, bijvoorbeeld interviews doe soms, dat daarbij in het buitenland moesten doen met een band of zo. En je wilt dat iedereen u verstaat, dan I kind of go a little bit more American, maar eigenlijk raar is, want ja. Dat is niet hoe dat ik eigenlijk spreek. Nee. Maar dat is zo'n ding waar ik, ik, ik heb de neiging als ik met Amerikanen praat, van mij daaraan aan te passen. Ja. Dat is misschien iets typisch Vlaams of zo. Ik, ik, weet ik het. vrees dat dat een onderdeel is van de Vlamingen dat die zich heel snel aanpast. Ja. En die kunnen het ook goed. Hè? Ja. Ik vind dat toch, uh, als je een Hollander zelfs in de politiek Engels hoort praten, ja. dan zakt je broek af. Ja, wel dat, wat ik wel cool vind om ook Nederlanders, ook al, ook al is het accent misschien niet altijd even fantastisch, nee. maar die doen dat wel. Ja, ja, en die... Eh, en, die, die, en, die en die hebben zo'n panache dat die er wel mee weten. En die zeggen ook de, in eerste instantie wat ze willen zeggen. Ja. En, en die gaan niet rond de pot staan draaien, dat is nee. inderdaad waar. Maar, uh, ja, ik heb het... Ik heb het uh, ik, ik, nu ben ik weer op de Nederlandse Tour. Mm -hmm. uh, en dat is dan nog een, een proper Nederlands. Ja. Maar bij ja, mij switcht dat constant. Ik ben nu wel sinds een jaar of zeven, denk ik, mm -hmm. met een Antwerpse vrouw en dat delpt. Oh ja. <laughs> Soms moet ik mij echt even een klaar een beetje terugschroeven van Gasten Hij zit al heel dag aan het waren van klappen. Stop er even mee. Ja. Dat ja, is ook al grappig dat jij niet gewoon dan, dan spreekt. Jij, jij spreekt niet Antwerpen zoals ik dat spreek, maar dan zullen hij echt nog een pak platter, hè. Ja, ja, Ik heb ik heb uh, natuurlijk op de vakschool gezet in Antwerpen. Hè, de Maastro. Ja, maar dan ga je dan. Hout, houtbewerking. Houtbewerking, Zo, ja. Houtbewerking. Veer ashbij. Ja. Veer, HB, veer ja. houtberoeps. En heb je er daar ooit nog iets mee gedaan? Ja, ja. Ik heb uh, <laughs> acteren waarschijnlijk. Ja, ja, I had to be an actor. Ja. Ik speelde de vader van Jezus. En ik was daar godverdomme goed in. Ja, ik heb Jozef gespeeld, Geppetto gespeeld. En ik heb die poep zelf gesnijden. Ja, nee, nee. Ik heb. Um, voordat ik naar de studio ging. Heb ik een jaar in de Bouw gewerkt? Mm -hmm. Huizen van, van Belgen rondop knappen. En nu toevallig vorige week heb ik, uh, uh, waar ik al heel lang probeer binnen te dringen, dat is in de decorbouw, heb ik eindelijk aan een decor mogen meewerken. Oké. Okay. Dat is heel tof werk. En dat is hout en verf. En ik. Yo, ik, ik ben ook veel aan het schilderen, de laatste tijd schilderijen. En ik heb mm -hmm. ook heel veel decoratie gedaan voordat... <laughs> Niet muren voor alle duidelijkheid. Ja, ja ook, ook dus muren <laughs> heb ik vroeger gedaan. Toen dat, uh, <laughs> voordat ik met, met mijn groep doorbrak, Wacko, mm -hmm. ik had gewoon geen geld. Dus ik moest, en heb ik heel veel cafés en restaurants in, ingericht. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, ik, ik ben nog wel iemand, als het even kan, die maar wel met zijn pollen werkt. Ja. Dat is wel cool, want ja. je, je komt uit een artistiek nest. Je vertelt dat eigenlijk zelf. Je ja. vader was beeldend kunstenaar en ja. muzikant. Ja. En hoe hoe zit jij hier opgegroeid? Wat je zo'n ding? Ja, ik woonde in de buurt waar wij nu zitten, mm -hmm. uh, in de Keizerstraat um, en daarna op Kipdorp. Mijn vader zat in het kunstenaarsmilieu, maar dat was toen eigenlijk ook het hippie-milieu. Dus, ja. uh, heel, heel het Plein was een soort dam, zoals in Amsterdam. Mm -hmm. Waar dat staat vol met hippies rond die kerk. Um, en kunstenaars. En daar ben ik tussen opgegroeid. Ja. Op een Hollandse school in Antwerpen. Ook vol met hippies. En, uh, <laughs> een Hollandse school in Antwerpen? Ja, die zit er nu in, in, in Schoten. Aha. De, school, de burgemeester Marnix school. Okay. Maar dat was zo, ja, dat was een hele hepe school. Het was wel een Protestantse school. Dus ik heb daar heel veel over God en Heer Jezus geleerd. Ja. En uh, levenslange afkeren overgehouden? Nee, eigenlijk mee? niet. Eigenlijk nee? niet. Nee, want ik moet zeggen, het protestantse geloof uh, die vertellen heel veel. Mm -hmm. Dus ik ken de Bijbel letterlijk van, van binnen en van buiten. En mm -hmm. uh, dat zijn prachtige verhalen. Dat is eigenlijk geschiedenis, mm -hmm. vind ik. Um, en ik heb daar verder nooit een fluit mee gedaan, en ik geloof ook voor geen meter, maar ik vond dat wel interessant om dat allemaal te kennen en te weten. Ja, dat is sowieso. Dat heb ik ook wel, met katholieke scholen ja. te moeten overleven als ik jonger was. En ik, ik, ik beschouw het dan minder als geschiedenis, is meer als mythologie. Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk veel leuker om dat zo ja. te bezien. Ja, het is dat ook leuke zo, verhalen, en waar dat soms af en toe wel eens een, een stichtende levensles achter zit, en misschien soms ook niet. <laughs> Maar, uh, ja. maar ja, het is wel grappig dat je, dat je, dat dat toch als iemand een goed verhaal vertelde, waren er wel mee. Hè? Bij, ja. bij, mij, met mijn, bij mij kwam dat van mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder was enorm katholiek ja. en die vertelde Bijbelverhalen aan mij, maar die vertelde dat zo als slaapverhaaltjes. Hè? Zo, dus okay. over Samson en dat hij dan eh, met, 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 met zijn lange haren en dat dat afknipte, dat hij niet meer zo sterk was. En dan waren allemaal van die, ja, oh, dat waren superheldverhalen eigenlijk, als je ook, jong ook wordt. Een, ook een beetje Game of Thrones, hè? Ja, sowieso. Uh, is, uh, ja dat ja. vind ik gewoon de Game of Thrones. Is so Allee, dat is zo over, alleen, mm -hmm. dat is zo overal. En eigenlijk met die en Bijbel ook. Uh, ja. Als er iemand eventjes niet meer geloofwaardig was, dan deed hij een mirakel en het was opgelost, hè? Ja. <laughs> En dat vind ik fantastisch. Het schijnt toch ook, dat heb ik laatst gehoord, dat uh, die, de Bijbel opgeschreven is. Ik denk 600 jaar na de dood van Christus of zo. Mm -hmm. Het Nieuwe Testament. En ik denk van. Ja, een heel aantal verhalen sowieso van de, van de vier evangeliën. Ik denk dat zelfs een van de, de, de meest recente was een dikke 100 jaar nadat hij dood was ja. of zo. Ja. Dus dat kan al niet. Nee, dus first hand uh, nee, eyewitness uh, nee, zijn geweest veel, veel zijn toegevoegd ja, want ik, was, ja, al, ik en... was altijd overtuigd als kind op school dat die, dat die vier evangelisten dat die Jezus echt hadden gekend hè? dat, dat ja. kijk altijd ja, in mijn zo, kop zo van, van, oh ja. maar dat is ook als je zo, ik denk als je Germaanse doet en leer je dat toch ik denk dat er, pint me er niet op vast maar ik denk dat er eigenlijk maar zeven verhalen zijn ofzo ja, ja, ja. Dus in heel de, heel de geschiedenis van het schrift ja, ja, zijn ja, mensen op... er maar zeven soort verhalen bedoel, Star Wars is eigenlijk hetzelfde ja. Dat zijn al die klassieke ja, 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 ja. dynamieken. En uh, als je bijvoorbeeld nog dingen voor uh, Christus gezien, zien, de verhalen daarvan, mm -hmm. dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Jezus in ja. een andere naam, Maria is er. Dus, dus, yo, wat een ja. heel look is, hè? Ja, ja, absoluut. Antagonisten, protagonisten, allemaal. Absoluut. Ja, dat is een heel, heel cool stuk in je film ik weet niet of je die je nooit gezien hebt. maar dat, is zo dat stond op Netflix, denk ik. Of het stond er toch op, zeker. Ik heb dat vroeger op YouTube gezien, maar dat was. Dat is zo'n film en die, die vertelt ook over um, de oorsprong van onze religie en van het Christendom en dat ja. eigenlijk al die dingen die, uh, die aan Jezus zijn toegekend eh, ja. al de bovennatuurlijke dingen dat die eigenlijk al zo oud als de straat zijn de, eh, twaalf leerlingen eh, zo um, Mirakels, sterven ja. terug opstaan. Getallen, hè. Dat, dat, allemaal, heilige, heilige getallen, dat getallen, komt getallen altijd terug van, van, ja. van, de, van de maanden, van de sterren van de zon. Dus, oh, dus ja. eigenlijk dateert dat al terug. Er zijn twaalf maanden, twaalf apostelen. Er zijn... Eh, op drie dagen is er altijd. Eh, het is altijd death and resurrection. Maar dat gaat eigenlijk over het feit dat op 22 december de zon blijft staan ter plekke. Voor drie dagen. Okay. En dan begint die terug naar boven te gaan. Daar is dat eigenlijk allemaal het voortgekomen. Dus eh, Horus eh, bij de Egyptenaren, heel lang geleden, die had eigenlijk. Um, een hele hoop karakteristieken die Jezus had. Hij is ook gekruisigd, ook terug tot leven gekomen na drie dagen. Die is een moeder, was ook een maagd. You made your point. Ja, als de, ja maar als ze dat allemaal laten zien, zo, hè, want dan, dan laten ze ook in eerste een hele lijst namen ja. zien van allerlei zogenaamde godheden die Jezus ja. zijn voorgegaan, die al die karakteristieken die ook hadden. Allemaal dezelfde shit dus hebben Eigenlijk, eigenlijk is dat is is gewoon puur herkauwen van eeuwenoude mythologieën ja. en daar een ander figuur op plakken. Hè. Dat is wat dat basically is. Ja, dat is een beetje zoals het nu ook met alles ineens stikt. Hè? Alles wordt gekopieerd. Hè? Mm -hmm. Ja, ja. een klein beetje. Maar ik denk dat dat nooit anders geweest is. Nee. Ik denk dat je nu gewoon in zo'n zo periode zit, omdat je zo'n overload aan informatie hebt, dat je het gevoel hebt dat het harder opvalt ja. dan vroeger. Ja. Maar ik denk dat er, dat er inderdaad, waar wij, wij basically altijd dezelfde verhalen zitten te vertellen. Dat vrees ik. Dat vrees ja. ik ook, ja. En hoe ben je eigenlijk in acteren terechtgekomen en ben je houtbewerking zich gaan doen? Waar ja, kwam die stap vandaan? Ja, nee, het is eigenlijk andersom. Ik, heb, um, ik, ik was sowieso altijd de slechtste leerling van de klas. Mm -hmm. Altijd. Ik was uh, uh, ADHD'er en dyslexisch, uh, maar dat bestond toen niet in de jaren Toen word je ik was loom, <laughs> druk, droomerig, uh, zot. In de jaren zestig wordt dat loom. Ja, ja, hij kan het wel, maar hij doog het niet. Ja. Ook dan nog, uh, ja. of hij, 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 hij wil het wel, maar hij kan het niet. Whatever, uh -huh. ik was de slechtste leerling van de klas, maar in tekenen blonk uh -huh. ik echt uit. Ja. Uh, in muziek, joh, ik was 13, 14 jaar dat ik in de band van mijn vader meespeelde dat was zo'n Manouche jazzband. Uh -huh. Um, en ik, als ik maar de kans kreeg... De uh, band heette Manouche? Nee, nee Manouche, dat zijn die, die Franse zigeuners. Oké, is dat okay, Django Reinhardt? Ja, ja exact, exact. Dat soort ja. stuff. Oké, okay. alright cool. Dat is eigenlijk zo de enige Europese jazzstijl die er bestaat. Mm -hmm. alleen die de oorsprong kent uh, in Europa zelf. Mm -hmm. um, en hij speelde viool en ik speelde contrabas, dus dat, was, dat hoorde helemaal in die, in die stijl. Dus ik was eigenlijk als heel jong mannetje al heel artistiek van alles aan het doen. En op school denk ik geen fluit. Mm -hmm. Tenzij er en werd elk jaar op de, de Marnix school werd er een musical gemaakt. En ik zorgde altijd wel dat ik daar oftewel een hoofdrol had of een grappige rol. Of, mm -hmm. Als er een leraarjaar was, dan zorgde ik wel dat er een hele show in elkaar gestoken werd. Dus ik was altijd bezig mee. Met podium. Mm -hmm. En eigenlijk is die koorts begonnen toen ik zes was. Ja. Want uh, bij ons kwam altijd Sinterklaas langs op school, zoals dus op elke school denk ik. En dat was de dominee van de kerk bij de school die daar speelde. Okay. En ik geloofde nog in Sinterklaas, maar uh, mijn broer die heet Nicola en die was vlakbij, die is 12 december jaar, dus dat was ook zo. Die speelde dan de jonge Sinterklaas, hadden ze bedacht. Heel, heel verwarrend allemaal. Mm -hmm. Dus die liep op school rond. Vlo, vlak voordat Sinterklaas binnenkwam, kwam mijn broer binnen ook als Sinterklaas. Ja. Rare, rare actie was dat. Zeker was was dan... als je nog gelooft in ja, Sinterklaas, ja, dan, dan wordt dat al een ja, beetje... En... Ja, exact. <laughs> en ik was dan Zwarte Piet. <laughs> Oké, <Okay>, maar. <laughs> ik wist dat jij een politiek incorrect verleden had. Zeg <laughs> Ik sprak ook we... perfect Surinaams toe. Dat is heel erg goed, man. <laughs> en, uh, dus ik was zes jaar, ik speelde Zwarte Piet. Mm -hmm. uh, en dat was heel verwarrend, want mijn vader die had zich aangeboden om dan de echte Zwarte Piet en de echte Sinterklaas wel aan te kleden en te schminken. En ik zat daarbij. En ik had zoiets van... Oh, wacht even, die Sinterklaas is niet echt. Maar dat mag de rest niet weten. Ja. En dan had ik mezelf gevraagd of ik ook mee mocht met de echte Sinterklaas. En dan kwam ik daar... Dus dan had je een aantal zwarte pieten, maar ook een heel klein zwart pietje. Dat was ik dan. Ja. En ik had zoiets van... Niemand weet hier in de wereld dat dat allemaal niet echt is. Alleen ik. Moet ik kon dat verzwagen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en ja. toen heb ik eigenlijk. Daarom heb ik begrepen dat je uh, wat spelen is. Je kunt ja. je voordoen als eender wat en, en als je het zelf gelooft, dan gelooft de wereld het ook. Ja. En daarom heb ik eigenlijk... Ik noemde dat toen toneelspeler en ik had een jongenskind in de klas en die zei... Uh, ik wil later acteur worden. Ik uh -huh. vond dat een heel indrukwekkend woord, maar ik wist niet wat het was. En die legde dan uit dat dat een toneelspeler was. En dan heb ik eigenlijk besloten, ik denk op mijn zes, zeven jaar, ik word acteur. Ja. Dus wie zal zeggen dat de zwarte Piet nooit iets positiefs heeft te Het is dat, het is dat. Dat is niet maar de weg gewezen. En ja, maar ja, ik was toen zo slecht op school dat alles erop wees dat ik nooit acteur kon worden, want je moest daar een hogere studie voor doen. Mm -hmm. Dus gooide mijn vader mij op, uiteindelijk maar op de vakschool. Ja. En dan leerde ik met hout werken. En ik had mezelf wijsgemaakt van als ik nu hout doe. Dan kan ik decor gaan bouwen en via decor bouwen kom ik dan misschien in het theater of op de film. En zo zat dat is goed, ze van die achterdeurmethodes. Ja, ja, uh, uh. Ik moet zorgen dat ik daar zit. Ja, ja. Ik had hetzelfde nee. met toen ik, in de, toen ik auditie kwam doen bij jullie. werkte ik in een opera in Antwerpen. Mm. Aan de receptie aan de artiesten ingang. Ah, ja. En mijn enige ding waarom ik dat wou doen, die vroegen dat ook aan mij toen bij, dat, dat, bij het sollicitatiegesprek, dan zeiden ze van: Waarom wilde jij hier eigenlijk komen werken? En ik zeg: Ja, ik hou heel erg van theater en van, he, van heel die wereld. Ik wil hier gewoon zin. Ja. En dat was zo. En ik herinner mij nog Kago. Dat die, dat die gast... Ja, maar waarom? Hè? Want dat is hier wel een harde wereld. En dan ik zeg ik... Ja, maar dat interesseert me nee. niet. Ik zijn liever hier dan op een verzekeringskantoor of zo. Ja. Ik wil hier... ik wil de Omdat ik toen ook al het gevoel had... Stel dat je iemand tegenkomt... Of je ontmoet iemand... Of je rolt daar binnen. Of dat. Dus... En dat is wel grappig dat je dan dacht... Oké, okay, dan doe ik iets mee hout. Dan kan ik ja. naar En hoe is dat dan eigenlijk? Hoe zit het dan verder? Want je bent wel naar toneelschool geweest ja, maar, uiteindelijk. Hè? Ik... ik uh... Die kreeg uh, in op de bouw in Daardes kwamen er mensen langs en daar zat een, een vrouw bij die acteerde. Volgens mij acteert ze nog, dat was uh, uh, Rita Wouters. Die zal nu al een leeftijd hebben dat je niet veel meer speelt of zo. I don't know. Mm -hmm. En die zei: Mama, nog je kunt gewoon naar de studie gaan. Je zult alleen je geen diploma kunnen halen. Mm -hmm. Dus als vrije leerling, en toen kostte dat nog niks. Nu kost dat keihard geld, hè, een vrije leerling. Ja. Ik zei: Oké, okay, dan I go for it. it um, ja, dan de ja, ingangsexamen gedaan. Dat was dan met zo'n uh, klassieke tekst uit Agamemnon. Ja. Ik wist eigenlijk de eerste vijf zinnen niet wat ik aan het zeggen was, maar ik heb dat dan wel uit mijn hoofd geleerd. Ik ken die tekst trouwens nog. <laughs> doen, doen ja, Dit lange jaar der wachtreeds, nou ja, stop ik al. Ja, ja. Uh, nee, Het was mij nu ook al aan het vervelen, dus ja, het is goed dat je het, op het, dat dak, het kort gauw houden. Op het dak, ja, daar ja. komt hem, op het dak der Atreus-woning, waar ik de sterren Taulous Heir beschouw. Ligt oh, Tamarizor. Holy shit. Ja, ja dat, dat was de eerste. Ja. Allee ja. Dat moesten we dan. En dan was er nog wel dat was een, een, een beter momentje, niet tekst, Dat was triomf, triomf, dat begreep ik. Ja ja. Maar toen zeiden ze mij ook van. Ja, u speelt. Uh, ik zie lezen op uw formulier dat u contra was speelt. Komt gij maar terug voor kleinkunst. Ja. Dus toneel spelen, acteren, uh, forget it. Ja. En dan ben ik hier teruggekomen. Heb ik hier dat nummer. Uh, ik had dat op plaats van Peggy Lee, uh, Fever. Mm -hmm heb je dat nummer gezongen met de contrabas en ik was binnen. Ja. Ik denk van, daar moet ik voor zorgen dat ik binnen ben en dan zien we wel. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, de kleinkunstopleiding toen, dat was, dat was heel, uh, heel erg. <laughs> wij, moesten, wij mochten niks zelf maken Wij okay. mochten niks zelf maken dat Ik waren, dacht dat dat net de whole point was Dat hebben wij er later van gemaakt ja, toen, ja. Ik, toen ik daar iets in de pap te brokken kreeg um, uh, Want dan, ik weet dat ik op een piano aan het spelen was En toen kwam de directeur binnen De heer Fonschoris En die zei wat, van wie is dat wat je daar speelt En dan zei ik van ik heb dat zelf, zelf gemaakt Daar ben jij nog niet aan toe ja. En zo zat het er niet in. Ja. Dus je moest flauwekul Kul van uh, Jasperina de Jong of, of Herman van Veen of, of Wim Zonneveld, dat moesten brengen. Of uh, mm -hmm. die andere uh, Vlaamse liederkens of zo. Uh, mm -hmm. uh, Anne Christie of zo, dat ja. mocht allemaal brengen. Ja. Maar voor de rest moesten we moest bekken zouden. Ja. En dat was heel, heel erg Dus ik ben daar ook na twee jaar weggegaan. Ik anderhalf jaar. Na anderhalf jaar ben ik weggegaan. Ik ja. had van, ik, ik kan hier niet blijven. Ja. Dus, maar ja, bo, en toen moesten wij ook in de spelles dat uh, spelen, wij groenten speelden en biesten en de dat wolken. Moest, dat moesten echt, echt die ja. Indiane verhalen van die ja. tijd zijn ja. wel echt waar. Ja, dat was. Toen beeld een bord spaghetti uit. Zo, dat ja, soort, uh, ja, je moest het dan wel zelf bedenken wat dat ja. ging doen. Okay. Ze zijn niet van de speelt nu dagen. Je moest. Uh, je had de oer-elementen. Daar begon je mee. Ja. Begint maar na nou te denken wat een oer-element is. Ja. Moet ik had dan de stilte, ah, ja. uh, uh, dan een. een de Mistral, dat is dan zo'n wind, dat ja, ja. in Dardes altijd uh, door de bouw heen uh, waaide. <laughs> ah. <laughs> en dan stilte, ja, is dat een oorelement? Ik weet het niet, maar dat is, ook, dat, is, dat is een soort geluid, hè, stilte. Ja. Dat is hoort dat niet, maar dat is er ook, dat bestaat. Uh, en dan heb ja, je bent nog... zelf sterker, heb ik mij laten vertellen door, dat zou best door, door sommige mensen. Ja, ik heb ook heel veel aan <laughs> waard tijdens de stilte. kan ik me wel voorstellen. En dan een grot. Ja. Dat ik een paniekanval kreeg, en de eerste keer waren ze allemaal mee, die dachten dat ik echt erin bleef steken. Ik zei, maar nee, die gast die heeft claustrofobie, dus ja. whatever. <laughs> um, <laughs> en dan kwamen de leukere dingen, dat waren de voorwerpen. Okay. Ik weet dat ik een, een brandweerauto heb gespeeld en een, en een telefoon. Okay. Uh, dat is ding. En dan de meer, met een paar mensen hebben we de meer gespeeld. <laughs> <laughs> dus ja. Jesus Christ, ja, ja. Echt waar. Dus, oh. En dan kwam. Dat vind de... ik ook zo fantastisch, die leeftijd. Dat je daar allemaal nog intrapt. Och, he, man. mannetjes. Dat je zo van die dingen ja. doet. Dat je van denkt achteraf: van, wat hebben ze mij hier allemaal laten doen? Ja. Dat is echt zo'n nonsens allemaal. Maar dat is een klein beetje het probleem hè? met mijn opleiding. Hè? Een toneelschool, ja. uh, dat is. Oh, je, bent zo, zo, en, je bent zo overgeleverd aan wat een aantal mensen vinden dat jij moet kunnen en moet doen. Ze kunnen nu totaal geen werk garanderen daarna. Mm -hmm. Dus die domorwa, dat is niet zoals bijvoorbeeld bij een, bij een, een, een beeld en kunstopleiding of een dansopleiding of een muziekopleiding, daar zijn, daar, daar zijn pijlers. Er ja. zijn bepaalde dingen die dat je daar kunt. Um, maar, ja, en, die, en die je ook moet kunnen ja, om verder echt te vaardigheden ja. je ziet dat op een doek je ziet dat je ja. op de dansvloer uh, en muzikaal ja als jij viool speelt en je kunt gewoon die, die passage niet spelen dan is het duidelijk maar met toneel wat is dat je kunt elkaar blazen blazen waarschijnlijk. dus dat was echt dat was een ja. beetje vermoeiend ook toen ik daar zat hmm. en ook op de ik ben daarna naar de Dora van der Groen der opleiding geweest dat was zus hetzelfde alleen dat, 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 dat was een betere opleiding maar dat was allemaal heel Allee, heel erg gericht op één ding. Je mm -hmm. moest op een bepaalde manier met teksten omgaan, maar ik wilde andere talen, ik wilde veel muziek, ik wilde humor erin, ik wilde veel beeldende dingen erin, wat uiteindelijk mijn groep later is gaan doen, Wacko, mm -hmm. maar dat kon op die scholen niet doen, Ze zat er gewoon eruit te zien, wat ben je allemaal aan het doen, jongen. Ja. Dus uh, dat, ja, dat was heel... Ja. Ja, een bol. Mm -hmm. Ik heb dan toch een soort van opleiding gehad, anderhalf jaar daar en twee jaar daar, en dan het afgebold, hè. Ja. En toen had je, als je die dingen gedaan hebt, want eh, Wacco was overduidelijk een reactie op al die Absolute. dingen. Absoluut. Een klein <laughs> beetje. Ja. En dat hebben we samen gedaan met de Giel, eh? Giel van Berkel. Ja. En eh, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat was op een van de opleidingen? Ja, dat was ja? op de kleinkunstopleiding. Ik zat in mijn... Uh, ik was blijven zitten. Mm -hmm. En omdat mijn uitspraak was niet voldoende. Mm -hmm. Je moest toen echt als een nieuwslezer praten. Ja. Uh, als je acteerde. Um, ja, en dat was vreselijk. Hè? Ja, je moest echt heel netjes. Er waren zelfs S-detectoren. <laughs> dus dat, als je een bepaalde S.D. en ik had altijd rood, mijn S was nooit goed. Ja. maar. Net hetzelfde eigenlijk. Ik, heb, ik, heb, uh, ik herinner mij nog, kijk, want wij, eigenlijk dat is heel funny, hoeveel dat wij, als je gewoon puur aan de basis kijkt, hoeveel dat wij gemeen hebben. Ja. Dat is heel funny, want ik had dat ook toen. Ik herinner me dat ik nog zo'n tekst moest gaan voorlezen, en er zaten toen een paar mensen, ik denk dat zelfs Carrie de Klerk daar toen nog bij was. Zo, kunnen, en die zei toen: uh, Ja, die S is niet goed. Nee. En ik had dicht gezien, wat is er met mijn S? Maar klaarblijkelijk siste ja. ik wel nogal redelijk hard. Hij is toch een. En ik denk, is. ja, dat is toch een is, dat is toch normaal? Dat is toch wat, wat een is moet doen. Ja. Maar die luisteren naar totaal andere dingen. Hè? Ja, die, die, die zijn de, met perfectie uh... bezig. En dat is. Okay, kan maar ja, en goed. Dat, dat is een beetje raar hoe dat acteren enorm veranderd is. Zelfs ook in, in onze nabijheid, nou, waar vroeger accenten uit de boze waren. Hè. Er werd Absoluut. alleen maar geacteerd op een manier. Ja, dat dat... Was... je sprak zo. En, en nu gaat dat eigenlijk bijna helemaal de andere richting ja, uit. Hè. Ik heb nu onlangs nog in een stuk gezeten dat nog een acteur die dus echt zo spreekt. en die valt echt uit een toon. Dan ja, dus ja, 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 ja. Uh, Wat komt hier vandaan? Eens? Ja. Die speelde dan een rechter op dat moment. En die sprak heel ja, het zo dat je Met een rechter gaat dat nog. Als dat zo'n Benauwer was, ja, dan zou het al exact. wat harder zijn. Ja. Zo, Goedenavond, ja. hadden jullie graag een, een stukje steak? <laughs> dan wordt, wordt dat weird. Maar ik snap wel, dus je hebt, je hebt dat dan gehad. En je kwam Giel tegen, hadden jullie meteen een klik of hadden jullie ja. zo'n gevoel van. Hij zat toen, ik, dus ik was blijven zitten op mijn uitspraak, omdat ik te Antwerps en te Hollands, dus dat was toen al duidelijk. Eh. Um, en dan moest ik heel die flauwe cultuur opnieuw doen hè? Van, van bloemkolen spelen en de valkjaar en alles en ja. ik dacht oh my god dus maar die, die, zat dan, die kwam dan in zijn eerste jaar en die had net meegedaan aan een Amsterdamse nee aan kameretten. Rotterdam een, ja, ja dat, een, is, dat is Rotterdam ja, ja. Rotterdam dan ja, ja, ja. en die was, had samen met Stef Bos ik had het willen vragen sorry ze weet we verder maar ja. een Rotterdams accent en een Amsterdams accent wat is ja. het verschil er nou, zijn veel verschillen. Maar nou, hoe... de, ik heb daar een prachtige uitleg over. Ja. Uh, Amsterdamse is afgeleid uh, deels van uh, het Joods, alleen uh, het Jiddisch, ja. maar ook heel erg van het Antwerps. Okay. Want heel de. Antwerpse intelligentie noemden ze dat toen, ja, is met Spaanse verraast, inquisitie naar nou, ja. daar verhuisd. The brain drain, de stupid yeah. people stay there, of something. Nee. Yes. <laughs> They made us. <laughs> Aren't we great? Maar je hoort het ook, als je zegt in, in, in het Amsterdams. Uh, zeg je Amsterdam, dus, dan zeg je Amsterdam, ja. en als je Tintana hebt, dan ga je ook naar Amsterdam. Ja, is dus gewoon het hetzelfde. Ja. Dat is ook het enige dialect in, in Holland waar men met een tongpunt R praat, dus met ja. de r van voor. Ja. In de rest zit het allemaal gewoon... Uh, Rotterdam praat je veel meer zo. Dat zit ja. veel meer, uh, meer van voren in de mond. In ja. het Amsterdam zit meer breit trekken zo. Dat je, ja, dan klink je meer... een Klein beetje zoals Antwerpen wel. Zo. Ja. Het ja. Ja, is, is, is ook grappig dat Amsterdammers... Dat zijn ook een beetje de Antwerpenaren van Nederland. Hè? Ja. Met dezelfde reputatie. Arrogante bek. grote bekken ja. die het allemaal beter weten. Ja. Basically. Hoewel dat ik altijd ik moet zeggen, als ik in Nederland speelde, dat ik beter ging in Rotterdam dan in Amsterdam. Ja. dat is meer my kind of people. Ja. Die zijn wat botter en wat harder. En een ja, beetje nuchter, nuchterder. Nuchter, bij minder momenten. bullshit. Cooler. Ja, dat gevoel heb, ja. ik, heb ik over Rotterdammers. Maar dat is ook zo, want uh, in Rotterdam, mijn, mijn routes liggen daar ook. En mm -hmm. uh, ik, ik, heb heel veel, uh, ik heb heel veel met Rotterdam. En het toffe vind ik daar dat, dat ze zeggen: in Rotterdam wordt het geld verdiend. Hmm. En in Amsterdam werd het uitgegeven. Ja. <laughs> zo aan nutteloze cultuurprojecten. Ja. Ja. <laughs> ik kan het me zo wel voorstellen. Maar sorry, ik, ik had al doorbroken, want je wordt bezig over jij en Giel, dat jullie elkaar... Hè? Ja, dus um, hij had net uh, kameretten gewonnen samen, hij was duo met Stef Bos. Oké. Okay. Ja, dat was een duo toen, en Stef Bos zat nog niet op studio, en Giel wel. En ik had zoiets van, Giel is... Kaal. Ik ben kaal. We zijn alle twee Hollands. We zijn alle twee grappig. We zijn met humor constant bezig. Eigenlijk zouden wij ooit een duo moeten worden. En we zeiden het ook tegen elkaar. We zagen dat dat kon. Mm. En toen zei ik: Van ja, maar nu dat je gewonnen hebt, blijf blijft hier op school. Hè? Want nu heb ik eindelijk iemand in mijn buurt waar ik me goed bij voel. Nou ja, maar noem ik, blijf wel. En wie trapte het toen af? De deze. Ja. <laughs> ik, ik kwam uit Parijs. Ik had met mijn vader een plaat opgenomen met Manouche daar, die, mm. al even die die En uh, een jazzplaat opgenomen. En in de in de, de reis terug heb ik toen besloten dat ik van studio weg ging. Ik had zoiets van, ik, zin, ik ben er klaar mee met die met die uh, die voorwerpen spelen en die de en die planten. Mm -hmm. ik, ik ben klaar. Ik, ik wil ik wil en toen kon dat niet, je kon eigenlijk als acteur, als je toen geen beroepskaart had, kon je gewoon het podium niet op. Officieel mocht dat zelfs niet. En ik had zoiets van, yo, so what? Mm. Doe dat wel? Ja. En toen ben ik uh, het afgestapt. Ja. Mm, ben ik samen... Heb jij eigenlijk een idee, omdat jij zelf hè, later de, 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 de kunstafdeling zegt, gewoon runnen, maar we ja. het even over hebben, maar... Maar wat ik gewoon heel hard voel, is wat, wat was eigenlijk de bedoeling van al die dingen? Zo een bloemkool spelen. Wat was eigenlijk. Dat heb ik me altijd ja. afgevraagd, wat de leermethode daarachter was. Ja, maar het is, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Je hebt, dat is deels uh, Lea Daan die daarmee heeft geïnstalleerd, deels. Mm -hmm. Want die was bezig vooral met de richtingen. Maar dat komt ook doordat de. de de, de acterende mens in de jaren 20, 30, 40 stonden veel verder weg van een naturel die we nu hebben. Nu mm -hmm. is alles natuurlijk. We zien dat ook in elke film, in elke, in elke serie. Uh, gewoon Mensen weten hoe dat ze zich moeten uh, gedragen voor een camera. Je moet mensen niks meer uitleggen. Ze zijn zo opgevoed door het beeld zelf, door het scherm, dat je mm -hmm. moet hier niks meer moet uitleggen. Mm -hmm. En maar toen was dat niet zo. In de jaren twintig, als mensen op een podium gingen, dan gingen ze allemaal in een soort normen kruipen, zoals het hoorde. Zoals je een attractie moest doen of zo, ik weet het niet. Ja. En dan is er een modernisering geweest. Ja. Daar heeft de Actors Studio in Amerika ook mee te maken gehad. Ja. Maar Lea Daan hier die was dan vooral met richtingen bezig. Dus voor, achter, hoog, laag, links, rechts. Voor, achter, hoog, laag kon ik heel veel mee. Maar links, rechts, dat vond ik een flauwe kul. Dat was zo alles wat dat ze nog geen naam hadden gegeven, stopten ze daarin. Ja. Eng en breed en zo. Ik van van, zo so wat? Ja. Dus voor, wat wil dat zeggen? Moed. Dus ja. achter is angst. Jo, mm -hmm. Eigenlijk is dat zo, zo totaal niet interessant. Maar bon, toen ja. was dat kennelijk belangrijk. Hoog is dus letterlijk iemand die ja, vrolijk is en hoog zit. En laag is iemand die down is. Ja. Het spreekt allemaal voor zich ja. En dat je al die oefeningen moet doen, dan moesten dus daar waren mimetische oefeningen. Die hadden niks te maken met, met, met een karakter spelen. Dat was eigenlijk gewoon een oefening voor. Ja. <laughs> of een oefening achter. <laughs> of een combinatie. En dan had je ook nog de diagonale, maar echt, die, dat ging zo ver. Ja. Dat ik soms echt zat te kijken: van... het er al, naar gewoon allemaal zot. Ja. En daar we hadden ze dan ook nog aan gekoppeld dat je dan. En dat begrijp ik ook wel. Als je een metamorfose wil doen, dus een, een, een personage wil bouwen, dan, dan moeten um, dingen... Dus dat zelfs met de method acting, je gaat observeren. Naar, naar, allez, naar een dier kijken is simpel, maar naar een plant zien, dat wordt, dat wordt al wat raar. Hè? Mm -hmm. Maar ze moesten, <laughs> ze moesten dus... moet al wat meer verbeelding. Gaan ja, gebruiken. je moet echt ja. observeren en, en bezig zijn met een ding. En dan moet dat kunnen worden. Dat is het concept met, metamorfose. Mm -hmm omdat ik heel slecht geschoold was, wist ik de eerste twee maanden ook niet wat het woord metamorfose was. Dus dan zei ze, jij metamorfose? En ik had ik zoiets van, waar moet ik dat gaan halen? Ja. Ik wist het niet, maar later kwam er echt dat aan gedaan Je wordt dus, dus herpes, Maar uh... <laughs> Dus ja, dat is, dat is zo'n heel methode geweest, vooral in het begin mm -hmm. van de vorige eeuw. Dat, dat mensen via al die wegen tot een soort naturel moesten komen, die de mensen konden... Ja, betoveren. De, de, mm -hmm. Het publiek konden meenemen in een, ja, een creatie van ja. een personage. En daarom, ze deden dat dan via die, die rare zijweren van als ik nu een cactus speel, dan moet ik zoveel fantasie in mijn kop naar boven halen om die cactus te kunnen spelen. Wat zal het dan zijn dat ik ze biet de koning moet spelen, weet je wel? Dus ja, ja. dat is een beetje. Ja. Dus ja, ik, Dora van der Groen deed ook van die dingen. En dat waren dan de... de de prologen van de Abelen Spelen. Maar ik mm -hmm. weet niet of je dat ooit al eens gelezen hebt. Dat zijn van die teksten. Dat is zo oude riddertalen. Ja, 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 ja. En dan moesten wij dan gewoon, gewoon... Alleen die proloog moesten wij brengen. Ik heb dat ooit als les Nederlands wel eens gelezen. Oh ja ja. ja, ja. Vondel is er hier ja, dan. Ja, ja. En dan moesten we gewoon die, die proloog spelen. Dat is dan één pagina meestal. Dat is dan de aankondiging waar het stuk over gaat gaan. Weet wel. Mm -hmm. Moesten we dat spelen. En dan moesten we een... een een act van maken, dat was niet, je moest daar niet klassiek gaan staan roepen. Je moest daar een act van maken. Zij ze zei altijd van, het maakt niet uit wat je speelt, maar hoe je het speelt. En dat is natuurlijk wel, ik moet zeggen, dat is een waanzinnige les geweest die ik van haar heb gehad. Mm -hmm. Dat is sowieso een, een groot meester hoor, die door Van der Groen, een onmogelijk mens was daar. Maar die kon voor u of tegen u zijn, maar die heeft wel waanzinnige dingen geleerd. Die je als acteur echt kan gebruiken. Maar die gebruikte dat dus ook, dat je via een, een mega-omweg allemaal fantasiebronnen vindt en daardoor makkelijker kunt acteren. Ja. En dat zoekt ook de dat ze die, die biersten en die gronten en die, die bloemen en die planten en die, ja. die rotsen... Cool, eh. dat is een, een goede uitleg, dat ik eindelijk eens weet van ja. waar was dat eigenlijk goed ja. voor. Ja. Ja. Dat is weird, maar dat wordt de beu. Hè? Dus ja, ge... ik, had, ik kon er niks mee. ik was toch ongeduldig, ik wilde acteren klaar. Ja. En je had net tegen Giel gezegd van, jij <laughs> moet blijven en jij ja. trapt het af. Ja, ik was weg. Ja. En... dan ben ik daarna nog naar het Conservatorium gegaan, Dan ben ik dan ook weer afgestapt. En uiteindelijk deed ik na een lange weg mee aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival, waar ik nou ja, volgens een hoop mensen een grote kans maakte, maar ik had, helemaal, ik had helemaal geen behoefte om solo te gaan. Dat is iets wat mij niet 100% ligt. Hmm. Vandaar mijn bewondering voor mensen die dat heel goed kunnen. <laughs> ik heb ook nog nooit in een toneelstuk gespeeld. Dus, en niet geacteerd ook niet. Dus ook nee, iets... Nee. Alleen, alleen met de stem, maar voor de rest niks. Maar, en dat vind ik dan ook weer cool. Dus kijk eens aan, het gras is altijd groener. Het is dat, iedereen echt, vindt zijn weg. Hè? Dat is waar. Maar dus Giel kwam kijken naar een uh, solo die ik deed in Amsterdam. Uh, ik kwam dan net niet in de finale, want ze vonden het echt te raar. Maar Giel hmm. was er helemaal zot van. Ja. Uh, ik had dan eerst... AKF, die... dat is de Wim Sonneveldprijs zeker, is dat niet, heet uh, dat ja, niet zo? Ja, ah, ja, maar ja, daar wordt het wel aan gelinkt. Dat is een van de vier groten in ieder geval. Ja. Je hebt Cameretta, je hebt Amsterdamse Kleinkes, het Leids dus Groninger en het Leids. Ja, ja, ja. Amsterdamse ja. kleinkinders, daar, daar is inderdaad gelinkt aan uh, ja. Wim Sonneveld. Ja. <laughs> maar uh, ja, Giel die had mij teruggezien, want die woonde half ook in Amsterdam, die was inmiddels al afgestudeerd, en die had zoiets van, we moeten toch echt eens iets samen doen. En ik was na het zoveel, ik had in een hoop stukken een hoop speren opgedragen, en brieven opgedragen, en een beetje bij de rest gestaan. Ik had dat hele kleine rol, omdat ik hier nooit was afgestudeerd, kreeg ik ook geen grote rollen. Ik mocht overal wel, wel meehuppelen, want ze kenden me allemaal wel, want ik had op al die scholen gezeten. Ja. En oké, okay, toen bel kreeg ik het telefoon van Giel, die zat in Groningen, in een gezelschap, wat geleid werd door Polderert, een Belg. En die kreeg geld bij elkaar om met een groep mensen iets op te richten. Whatever. Daar zijn we met twee van overgebleven en dat is wakker geworden. Mm. Dus dat was eigenlijk een hele, hele rare weg hoe wij dan toch weer terug bij elkaar zijn gekomen. En hij was ook helemaal verzuurd door alles wat hij moest spelen. Want elke keer als hij iets speelde, zei ze. Het is heel goed wat je doet, maar het mag wat minder. <laughs> dus ja, wij ik, hadden. Ik, ik herinner mij nog, ik heb jullie ooit live gezien, dus ja. ik herinner mij nog, ik kan mij perfect inbeelden wat je bedoelt wanneer dat, uh, wanneer dat je dat zegt. Want je was nogal redelijk energiek op een podium ja. om het nog maar zachtjes uit te drukken. Ja, dat was echt dat ja. altijd overgegaan. En daarom dat ons eerste stuk heette ook, had ook de titel, nou, want we hebben daar drie jaar aan gesleuteld om eindelijk iets in première te kunnen laten gaan. Dat was echt mm -hmm. een hel, om echt iets te vinden wat getoond kon worden. En dat stuk heette Everything We Always Wanted To Do On Stage But Never Were Allowed To. Yeah. En dat was exact. Alles wat wij wilden, mochten we nooit. Ja, ja, leuk, maar dat doen we niet. Yeah. En nu mochten we het wel. En dat was ook, tevens toen de doorbraak... Van heel dat concept. waar nou, we dan tien jaar mee door zijn gegaan. Hè. Ja, want WACO is een acroniem. Hè? waar staat dat voor? Of stond ja, dat voor? we hebben dat onderzocht. maar ik weet niet of dat 100% klopt. maar yeah. toen hebben we maar besloten dat dat klopte. dat was Weird Asshole Crazy Knockout. Dat klinkt ook als zo'n woorden. die je verzonnen hebt om het acroniem te doen. Ik kloppen. denk. het. <laughs> <Maar> ik ken... <laughs> so, let's put some words together with spell out. Ja, vooral die knockout. Van... Knockout was echt. wat? Zo'n ja. weird asshole crazy. Kijk maar nog een keer. Ik kan K.O. We moesten nog een K en een O hebben, wat ja, is dat ja. K.O. Ja. is het nog koud? Toch? Ja. Ja. Hetgeen dat ik toen gezien heb van jullie, dat was, uh, ik ben daar met mijn vriendin toen naartoe gegaan, uh, die sleurde mij dan af en toe eens mee naar toneel, want die vond dat ik dat eens moest gaan kijken. Uh, en uh, dat was um, Return of Dionysus, die ah, ja, ja, ik ja gezien ja. heb. Ja. En uh, ik weet dat ik, um, toen ik u leerde kennen aan Studio Hermanteling dan vertelde hij ja, ik zit in, in, in waco En ik had zoiets oh, ik heb dat eens gezien. Want die kende u toen nog niet. En ik zo, ah. En zo, ja, ik was een drummer. En dan oh, weet ja, ik ja. nog, want jij drumde in dat stuk nog. Dat ja. weet. En ik weet niet meer, maar er was ook een stuk waar Birgit al bij was, denk ik. Hè? Ja. Ja, ja. ja, Want jullie zijn uiteindelijk met drie, je zijn met twee begonnen. Maar dan... Ja, nee, we waren eigenlijk met twee, maar we pakten altijd mensen erbij. En Brigitte was natuurlijk ja. toen mijn vrouw. Uh, en die zat er altijd wel wat voor. Die uh, kwam eigenlijk uit de dans. Die, ik heb die leren kennen in Groningen. Toen zat ze bij een uh, modern, modern dansgezelschap. Mm. En zij deed in de tweede voorstelling al mee, La Sopa del Dia. Dat, ja. was dan, uh, dat ging eigenlijk ja, over. Dagzoek. Ja, eigenlijk niet. Dat was eigenlijk politiek gezwets. Ja. Eh, wat toen ook aan de hand was met die helikopterschandalen hier en zo, dat was ja. eigenlijk, nog, dat was eigenlijk nog, nog voor de, de, de dioxine uh, schandaal. Maar dat was er ja. vlak voor. Dus eigenlijk waren, waren wij iets te vroeg. Want dat ging echt daarover. Ja. Mensen die speech houden, zich overal uitlopen. heel belangrijk, rondlopen stappen. En dan eigenlijk is dan voorstelling die. Sindsdien nog altijd getoond kan worden. Want het is exact zo gebleven. Dus al die, die poeha van Mr. Important en mm. mensen die alleen maar dingen zeggen die belangrijk zijn voor hun partij en niet altijd iets direct met hun mening te maken. Echt hoe dat de politiek momenteel in elkaar zit. Daar ging die voorstelling over. En zij was daar een soort huppelkutje in die uh, met, met de belangrijke mensen mee op te stappen in een uh, mooie mantelpakje. Mm. En. Dan de derde voorstelling was daar Giel en ik alleen met twee muzikanten. En de vierde voorstelling daar hadden we Begitte terug bij. En uh, Koen de graven. Ja. We waren elkaar ze, Giel en ik. Dus we wilden ja. zoveel mogelijk mensen er altijd bij. <laughs> en de vijfde voorstelling daar was, speelde zich af in een hotel met veel deuren, vooral. Deuren moesten vooral open en dicht gaan. Dat was de essentie van heel dat stuk. En dat, te dat, was, doen. dat was bij God een deurencomedy. Ja. Ja, oké, okay, cool. Ja, terwijl... Iets wat Adrian van den Noof al jaren wil doen. Dat is een ja. van zijn uh, grote ambities. Ja, maar hij, hij moet dat gezien hebben. Dat want hij een, dan... een deurencomedy wil doen met comedians. Dat ja. is het ding dat hij al jaren lang exact, zegt. maar dat begrijp ik ook. Want dat, is, ja. dat moet ook nergens over aan. Dat is gewoon: nee. ik kom binnen en ik kom buiten. Ja. En dat toon ik nog eens zes keer opnieuw en dan nog <laughs> eens terug. En we lieten ook een routine opnieuw zien. Ja. Het was echt zo'n achtervolging met deuren. En dan stopten we. En dan deden we hem gewoon nog eens opnieuw. En dan kregen we applaus. Ik denk van joh, maar wij doen dat elke avond. Dus zo speciaal is dat niet. En Dat is een trucje natuurlijk. Trukjes, trucjes, trucjes, trucjes. Hm. Dus ja, want Wacko was, was redelijk dat was redelijk anarchistisch theater. Was dat, he, eigenlijk min of ja. meer. Het was een beetje. Het was muziek, dat was comedy, dat was theater, dat was alles door elkaar. Ja, echt tegen de boel aanstampen zonder. Zonder ter, ter, ja, anarchie en rebellie, rebellie ja, m, maar n, niet met een, met een punk uh, twist of zo. So. Het, was, het was niet tegen alles in, nee. nee. Eigenlijk tegen de gevestigde waarden ingaan. Ja. En de mensen verrassen, want dat is ook een beetje de essentie van theater, denk ik. De verrassing, ontroeren mm. en verrassen, dat is een heel belangrijk onderdeel. Mm. Um, en dat da was in ons, voor ons idee, en zeker binnen het humorgebied, want er bestond hier in Vlaanderen nog geen stand-up comedy. Mm -hmm. <coughs> Daar weet jij alles dat van. Dat weet ik maar al te goed, ja. Er was <laughs> er één die dat al deed, en dan nog een ander die dacht dat hij dat het deed. Ja. Um, uh, voor de rest, was qua comedy was het hier, zat dat er heel erg in de hoek van aan het theater. Ja. Dus dat is zo comedy-comedy. Dat is zo, ik klap na zo en dan is dat plezant. Ja. Uh, maar zoiets heel modern, waar iedereen aansprak, was er niet. Mm. En in die zin moesten wij wel heel anarchistisch zijn om tegen al heel de gevestigde waarden in te gaan ja. en gewoon ons goesting te doen. En, wat ja. mij er hier ook een beetje aan deed denken, was de kakke wieten. Die hadden dat ook een beetje. Ja. Dat was zo wat anders, maar dat was ook ja. zo een beetje die gasten die zo van die titels zetten als. De uh, Universal Irritant en daaronder een Englisher titel, want dat spricht die jeugd aan. Hè? Ja, zo dat ja. soort dingen. Dat is een klein beetje die, die generatie die zo. Het, uh, uh, jullie Wij waren moesten, dan nog net iets ouder, maar jullie moesten nu echt afzetten tegen dat, dat oude Ja, we, 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 we moesten ergens uitkruipen, want het ja. was helemaal. Allee, zoals elk, elke tien jaar slipt alles weer dicht. En dan moet er weer een, een duur geven om te zeggen: la, waar zijn de doek? En elk elke, elke decennium moet dat weer opnieuw gebeuren. Hè? En dat was toen echt aan de orde, want wij, wij kwamen natuurlijk, en dat op, via een andere route had je Comilfo, die deed je ook op een manier, dat was mm. iets braver, maar die deed je ook iets nieuws. En dan kwamen daar iets later ook de kakawieten nog uit. Mm. Maar wij waren erg geïnspireerd, en dat kwam veel meer uit het gesubsidieerd kunsttheater, dat was de, uh, de, de, de Vereniging der Enthousiasten voor het Reële en het Universele. En dat was Dirk van Dijk, Johan Dollander en uh, Richard turbias okay. Dat is eigenlijk een cellist uit Polen. En die, die bracht ook zo'n weirde dingen. En dat was echt een voorbeeld voor ons. En daarvoor hadden we dan ook nog Radijs. Ik denk dat Josse de Pauw er ook bij zat. Mm. Dat waren zo onze, onze voorbeelden van zoek naar te zoeken. Maar dat zat heel erg in een kunstcircuit. In een klein hoekje waar dat een paar mensen het fantastisch vonden. Maar ja, wij hebben met Wacko wel ervoor gezorgd dat die van het hoogste van Holland tot het laagste van Vlaanderen, dat de zalen boemvol zaten. Mm -hmm. Wij waren niet gesubsidieerd, Wij waren amper op de media te zien, maar we waren gewoon waar we waren. En dat was, ja, mm -hmm. uh, bij ons zat alles in de zaal, van, van Boma tot, tot, tot Puber, uh, van intellectueel tot arbeider, uh, alle, alle nationaliteiten die, die überhaupt iets met uh, theater hadden kwamen. En ja, het was ook niet taalgebonden. Er werd wel veel in gezegd, maar dat had allemaal geen belang, hè, wat dat we zeiden inhoudelijk. Was <laughs> dat, dat niet zo. Ja, ik denk dat ik zelfs nog herinner dat Giel zo op een bepaald moment dus in de zin de katkrap te krollen van de trap bleef herhalen in toenemende intensiteit. Tot dat dat, dat zo absurd kunnen. werd dat je ja dat het, Ik vond dat het ook wel een beetje. Ja, ik, ben, um, ik ben heel hard opgegroeid met, met Britse en met Amerikaanse ja. dingen, veel minder met Vlaamse en Nederlandse. Dus ik vond het wel een beetje een Monty Python-alten oh, ja. hebben ook. Ja. Dus dat is hetgeen waar ik meteen aan moest denken toen ja. ik het zag. Ik dacht: ja. zo oh ja, oké, okay, deze is zo absurd raar over ja, de top. Even raar doen. En, en, maar, g, 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 dat was inderdaad enorm succesvol, want ik heb het toen in een Arenberg gezien, dat zat stamvol. Ja. En, uh, en jullie speelden er ook meerdere keren. En ik had zo'n gevoel van um, wat, wat was dat op dat moment? Right time, right place. Ja. Is dat het gevoel dat je ja, vooral hebt? Zeker, zeker. Want ja. wij, het was ook de, de toenmalige uh, baas van Studio Brussel. Uh, volgens mij was dat Mark Koenen of zo, denk mm -hmm. ik. Die is nu de algemeen directeur of zo. Maar ja. die, die wou ons absoluut. En wij hebben daar toen toch een, een 20-22 tal uitzendingen geregeld. op Ja, maar dat was, dat was met Koen de Graven ook, zeker. Was dat die kwam, die niet... kwam als gast mee. We namen ja. vaak gasten mee. Maar, we, we zo in... maar wat was dat programma dan? Wat... Ja, dat heeft twee namen gehad. eerst was dat Casa del Wacos. Mm -hmm. En dan, daarna hebben we dat Studio Wacko gewoon genoemd. Ja. En dat was een beetje een opvolger van dat Studio Kafka. Ja. En daarvoor dan natuurlijk het Leugenpaleis. Ja. En dat was in die traditie, deze altijd zaterdagochtend of middag, deze een op flauwekul, een op absurditeiten. En dat is op een moment, denk na ons gewoon afgeschaft geworden. Dat ja. dat niet alleen met ons te maken, maar gewoon van... het <laughs> was... zo werd verkloot, dat ze het nooit meer wouden doen. <laughs> Ik denk het. Wij zijn te ver gegaan. <laughs> uh, maar bon, het was... Uh... Ja, uh, dat was eigenlijk een, een, de laatste stuiptrekkingen om van de VRT-radio iets interessants te maken. Om iets mm -hmm. origineels te doen. Dat is daar toen ook mee afgesloten geworden. Ja. Want nu is het eenheidsworst geworden en iedereen draait dezelfde spullen toch tijdens Wat? de zenduren. Was dat een teleurstelling toen? Wij waren wel lekker op dreef. Of wij merkten dat ook aan de zaal. Als wij, want we hadden totaal geen enkele link met media het was Mark Huiterhoeven, een club, die kwamen allemaal naar ons kijken en flink wat mostertalen. En dan gingen ze zelf toffe dingen doen op de tv. Maar wij werden nooit gevraagd, waar waren dat te Hollands voor? Mm -hmm. En in Holland waren we te Vlaams. Dus we hebben dan voor Villa achterwerk wel dingen gedaan, voor de VPRO, maar daar waren we weer te raar en te Vlaams. Dus wij hebben altijd tussen Wal en Schip gezeten, Giel en ik. En dat was heel frustrerend, want mm. we hoorden nooit ergens bij, maar we waren wel heel toonaangevend. Want er waren zo figuren uit Holland die echt... Bij ons in de zaal zaten en die had iets van. Nou, weet ik wat ik ga doen, dat was Najib Amali. Dat is ja, de, ja. niet de minste, hè. Die, nee. die is echt bij ons buiten gestapt. Die was toen nog met, met Jeffrey Spalberg samen, ook een Surinamer. Mm -hmm. Ja, maar toen ook duo. En die had zoiets iets van. Wim Hels heeft ook zo'n verhaal verteld dat hij. Door bij ons in de zaal te zitten. Maar bon, dat zijn allemaal Bum van. die... Nelson heeft ooit een verhaal verteld. Die, die gaat maar haten dat ik deze zeg. Over maar oh, die snottenbel. Heeft hij dat ook al verteld? Fantastisch. Die zat op de trein samen met u klaar, blijkbaar. Ja. Ik weet misschien, weet jij nog meer? Hij zat achter u en die was zich enorm aan het storen aan u. Ja. En op een bepaald moment had hij besloten van een snot uit zijn neus uit te smeren over zijn hemd achter die zijn rug, omdat hij die zo vervelend vond. Maar dan, hoe is dat? Hij Je hij kwam erachter dat jij Manu Kersting was. Ja, maar hoe... de... ik, ik was kaart aan het reserveren voor de première en ik regisseerde toen van Houts in de Cat. Dat was toen een behoorlijk po populair duo in, in, in Holland, in Amsterdam. En hij was daar ook bevriend mee door de Vara, omdat hij daar op een of andere programma ook een soort rubriekje Aha. had, in Vara laat, denk ik. En hij ging ook naar die première gaan. Mm -hmm. En hij hoorde dat ik dus kaarten aan het bespreken was voor die première. En hij hoorde ineens mijn naam. Maar hij was ook wel uh, naar Waco komen. Want hij had... Ja, hij was een fan. Ja. Want dat weet ik nog. Want hij zei ineens... Eh, want hij had dat aan mij verteld, onafhankelijk van... Mekaar allemaal kennen. Toen. Ja. En die, dan zei hij, ja, dan hoorde ik, dat was Manu man ik ja, godverdomme, hè, wakko. En ik vond dat goed. En ik dacht, ik kom proberen van die snot er terug <laughs> af te halen. Vooral het idee dat de Wim dan heen is een rare fucking kop. Dat die denkt, die komt proberen van die snot er terug af te halen. Zonder dat dat opvalt. <laughs> het was hem wel gelukt, denk ik. Ik ja. denk, je had nooit geweten nee. dat dat snot er was. Hè? Nee. nee. En ik heb dat, heb dat toen. Diezelfde <laughs> avond nog aan mij verteld op de première. Ja. Ik, ik kende hem niet. Nee. En toen ineens langzaam rond met door te denken dat, dat die rare gast met zijn muts op was van Vara Laat. Maar ik ja. keek niet zoveel naar die programma's. Ja. Maar ik dus denk, ik heb die al gezien, die gast. En ja, uh, maar die stond daar als een bloedserieuze, sympathieke jongen met mij te praten op die première. En ik mm. denk, goh, interessante jongen. En toen kwam langzaam dat verhaal eruit. Ja maar dat is sowieso een weirdo, hè? Ja. De, op jouw op jouw trouwfeest ja. stond ik daar met mijn uh, met mijn juist nieuwe vriendin-vrouw uh -huh. en die had uh, die heeft nogal lange benen en die had <laughs> Onredelijk. Was ze weer onder uw duiven aan het schieten? Want dat klinkt ook weer al typisch als iets dat de Wim wel zou doen. Ik weet niet wat we aten, maar dat was iets met een stokje. En die zat altijd met dat stokje, of met zijn vorkje in die benen van mijn vrouw te prikken. En zij vroeg ze wat ze die gaan nu aan doen? Ja, en dat moest gebeuren. Die stopte nog niet. Heet je is ook iemand die nooit slagen gaat in zijn leven? Nee, nee, nooit klop gaat in zijn leven. En dat is een part die echt een mirakel geweest dat dat nog niet gebeurd is. Want die Nee, de neiging van dat altijd te doen, zo, ja. van die dingen. En ik, ik ben zo helemaal niet. Nee. Ik ben enorm eh, op een podium denk ik heel eh, extrovert, maar eh, als ik zo. Nee, waarschijnlijk, je kent altijd zo'n gast ja. die na altijd met dingen wegraakt en je kan zich altijd een soort wat zeg je dat, klop besparen doordat je raar doet. Ja, want ja, dat is zelfs echt, gasten die normaal gezien, hè, want als ik dat zou doen, dan kreeg je echt een vonk van voor op je neus. En ja. bij hem hebben ze zoiets weet ja, die is zo out there, dat je dat eigenlijk ook ja. bijna niet kunt beschouwen als iets wat je dan bij iemand anders zou doen. Ja. Als, iemand, als er door een gast op café met een vork in uw vrouwenbeen begint te prikken, dan sla je een glas over die zijn ja, kop kapot. Dan kan er wel wat gebeuren, maar, maar als de Wim dat doet, dan denkt hij... De, dan zitten meer geïntrigeerd met wat die nu eigenlijk aan het doen hè? Want die is, die is zo. Je neemt wel het geheim van het leven door de Je het geheim van het leven door de Wim. Ja, ja. Je blijft ook kijken: van, van, ah ja, ja, ja. nu prikt hem nog eens. En je blijft. Dus af en toe gaat, gaat er eens één keer een van de weinige mensen. dat er ooit voor heeft gezorgd. dat de Wim even twee seconden niet wist wat hij moest zeggen worden. Ga je in een backstage, en ga ooit zoiets van. En hij zegt: Twee minuten normaal doen of zo, wat zeiden gaat doen. Nee, dat was, dat was ik, iets ik heel was, funny. We moesten een foto trekken, ja, uh, vooral sociale media, ja. En maar ja, ik, ja die, dat was gewoon niet cool, ja. <laughs> <laughs> en ik zei gewoon: Zo, ik zeg: ik ja, kan nog lang een nozel doen, maar ik kon toch niet die foto pakken. Ik moet die serieuze foto hebben, ja. Maar ik zei dat ook niet om Vos. Nee, 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 niet, nee, maar nee. Maar ik zei gewoon: ik ga dat niet gebruiken. En, dat, en, en ik denk dat hij dat gewoon. Uh, want dat, was, dat komt nou precies over dat ik zo bully was, maar dat was hij helemaal, ja, helemaal niet. niet nee, maar ik, nee. ik denk dat ik gewoon niet in zijn universum zat. Ja, die ik zat gewoon van buiten naar binnen te kijken en ik had zoiets: ja, dat is kijk cool, maar ik zie geen publiek, ik heb hier nee. niet voor betaald. Nee. <laughs> dat is gaan ze bangelen, want ik vind je fantastisch maar ja. ik heb nu gewoon een goede foto nodig wil <laughs> ja. die gaat ook de valzakken normaal buiten zitten die moet niet raar buiten zitten dus dat, geval, weet, ik, dat weet, weet, ik weet ik eigenlijk zelfs heb, nog ik niet heb, ik heb nu één, ik als met er met er hem één iemand kijkt terwijl dat hij de val buiten zit dan is het al een we probleem dat we zaten met drie maar ja dat is net nou precies zo negatief van dat was <laughs> helemaal niet maar dat was grappig omdat hij toen even uit zijn lood geslagen was dat is een van de weinige keren dat ik dat ooit bij hem gezien heb. dat hij zo iets van Shit, ik weet niet goed wat ik hiermee moet doen. Terwijl 9 van de 10 is hij uiteraard degene die ervoor zorgt dat andere mensen het hun loodgeslagen zijn. Hè? Doordat, oh, ja. je, doordat je zo weird is. Maar Ik ja. ben er ooit eens mee naar een. De, de, uh, naar... Want dat is een heel tof, want hij is ooit een, eens mee op de lappen geweest. Dat is een dat ja. gast. Ik heb die doodgraag, want de Wim is een van de belangrijkste mensen voor mij geweest om samen mee te beginnen. Ja. Dat was toen wij de beginnende comedy scene in Antwerpen, ja. waar ik dan uh, willen snelle zin terechtgesukkeld ben. Nadat nou jullie besloten hadden van mij niet aan te pakken. Te beschermen. Waar ik jullie bon. nog altijd. Nee, ik, ben jullie daar, ik blijf dat herhalen. Dat ja. is de beste beslissing die jullie ooit hebben genomen. Alleen ik was daar toen niet zo blij mee. Nee, nee, hè? maar dat begrijp ik bedoel, heel goed. Ik bedoel, had, ik had, omdat ik heel hard had vooropgesteld, ja, ik was enorm hardzoekende op dat moment. Ik wist dat ik iets wou gaan doen, maar. Wat, wat ook heel belangrijk is, omdat, wat je zelf ook vertelde, je theateropleidingen hebben er wel voor gezorgd dat jij mensen hebt leren kennen. Hè. Exact. Dat is waar dat 90% ja. van de tijd om draait. Het is nog niet zo noodzakelijk wat je daar leert. Nee. Op Studio, of op Dora van der Groen, of op het conservatorium nu. Maar dat is echt gewoon letterlijk, je krijgt een netwerk. Hè. Je, ja. Mensen weten dat je bestaat, jij bestaat, je weet dat, je weet een beetje waar dat je het moet gaan beginnen zoeken. Ja. En dat was bij mij... Ja, nee, niks. Nee. <laughs> Hoe ga je dat doen? Ja. En daarom kwam ik naar studios. Ja, als ik daar al binnen geraak, dat maakt het zelfs nog niet uit of dat ik afstudeer of niet. Maar je leert al volle kennen en je zit al een beetje in dat wereldje. Zo. Ja. Dat was het hele idee. En met de Wim, zeker in het begin met de comedy scene, ik in de Wim hadden zo'n soort uh, soortgelijke houding ten opzichte van spelen, denk ik, dat ambitieuzer was dan de gemiddelde. We hadden heel erg een houding van wij gaan niet blijven in, in cafés. Er gaan nee. Bij ons gaan er grotere dingen gebeuren. Ja. En je merkte dat denk ik al heel snel. De Wim herkende dat heel hard in mij en ik heel hard in hem. Ja. Dus de allereerste keer dat wij ooit samen gingen spelen, ik had hem al gezien toen op een spot night in de Boerla. Ik was daar mega van onder de indruk. Ik had echt zoiets van: holy fuck, man, die gast is echt goed. Ja. Hè? maar die doet iets helemaal anders als mij, hè, Wat ja. cool is, want het zou veel vervelender zijn als je iemand ziet die hetzelfde doet, dat is maar tien keer beter. Maar jullie hebben ook 100% altijd je eigen, helemaal, je, je eigen stijl. En hij had dat ook direct bij mij, dus want wij hebben wij zo een paar, denk ik, een, een half jaar later of zo, hebben wij eens een line samen gedaan, want wij zaten bij hetzelfde boekingskantoor ja. uh, toen en daarna ook, want wij hebben heel lang uh, bij je gezeten en toen weet ik nog dat hij mij zag spelen en die kwam na, na hè, want hij headlined toen omdat hij die was toen al iets bekender en die kwam toen naar mij en hij zei ook van fuck man dat zegt kagoe, wat dat gaat doen shit ik ze niet chaloo's hij zei ik zeg allee hoe kan dat nou wat dat gaat doen is, en wij waren zo aan het tetteren tegen elkaar en je voelde direct zo een soort dat was meteen een klik eigenlijk de ja. mij en de wim Hoewel dat wij enorm hard uiteen liggen van wat dat wij doen, vertrokken wij wel vanuit hetzelfde punt. En ja. ik denk dat dat wel belangrijk is dat je zo'n paar mensen tegenkomt soms. Ja, die, die, die authenticiteit, hè? die, 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 die ja, je bij of, of, een hoop of, comedians niet altijd direct vindt. Of, of op of ze minst minst niet. snappen wat dat gaat. Dat is wel wat, dat, dat is inderdaad. Ik heb dat als comedian ook gehad. Ik wist heel snel ene keer dat ik die knop had omgedraaid. Ja. Wie dat ik was op een podium. Ja. Er zijn sommige mensen jaren naar op zoek. Hè? Ja. En ik was er voordat dat gebeurde, was ik er ook keihard naar op zoek. Want toen ik bij jullie auditie ja. kwam doen, dat was. <laughs> want dat Wat ik daar allemaal aan toe was. Ja, altijd, ik, ik ben heel blij hè, dat die sociale media toen niet bestond. Man, dat er niet zo duizend en een filmpjes van zijn. Want dat dat, dat maar maar, het mooiste Maar Ik is denk, denk dat veel mensen dat wel hebben. De, ja, ja. De, de tweede keer dat jij bij ons kwam, mm. toen hadden wij inmiddels als kleinkunst al uh, veel meer uh, het recht gekregen om ons. In, om het ding samen zelf een kleur te geven. Mm. Dus al die klassieke dingen die je moet kennen, dus een, een bestaand liedje, een bestaand tikje, dat hadden wij zo op tweede plan gezet. En wij wilden vooral dat iemand zich uiten met zijn eigen ding. Mm. En wat dat ook was. Hè? Ik heb daar mensen dingen zien doen. Echt, dat je denkt van, komt er dat, dat doen? op? Een, iemand die onder een laken lag en daar <laughs> met zijn handen zo poppen uit maakte. Ah. Dat je denkt van, oké. Okay. Ja. Heel, heel veel rare dingen gezien, maar... Wat zijn zo bij de raarste dingen dat je ooit gezien hebt daar? Nou, de, 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 laat ik het... En dat is echt puur eh, eerlijk wat ik zeg. Het indrukwekkendste wat ik ooit gezien heb, is wat, wat jij kwam doen. Ah, okay. Jij kwam eigenlijk ons vertellen hoe je twee jaar geleden... ...de avond ben ingestapt nadat je niet was aangenomen. Ja. En dat was een onwaarschijnlijk grappig verhaal. Ik heb daar liggen janken van het lachen, samen met ja. Ernst Leu. Ja. Wij zijn ook de enige die... Die heel lang aan het vechten zijn geweest in heel die jury, na die werkweek, ja. om jou, ja, om, 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 om dat wel te doen. Ja. Maar het gevecht wat ook geleverd werd bij ons, om, 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 om wat wel te doen, om jou wel aan te nemen voor mm -hmm. dat eerste jaar kleinkunst Maar het gevecht wat zich aanbood uh, ook tegelijkertijd was, dat is in eigenlijk zo'n ja. dat waar dat de leerlingen. Heel veel kunnen leren, maar iemand die zo specifiek al is wat hij is, die gaat er zoveel afpakken, ja. te, maar daar risico had genomen kunnen worden. Maar in de jury, we zaten daar toch met een jury van, denk, echt. Ja, dat man. is redelijk veel volk. Ja, dat weet en hij zit daar zo waanzinnig in de minderheid. En ik had dan wel de leiding, maar ik was niet de baas of zo. Mm -hmm. en, uh, en ik heb daar, We hebben heel lang gediscussieerd. En ik had ze van, dat kunnen je niet maken, dat kunt dat niet maken, iemand die. Die zoveel zo uh, persoonlijkheid en zoveel power heeft in wat dat hem doet. En hij toont ook in die werkweek wat hem allemaal nog zou kunnen. Mm. Wat ik dan ook wel soms uh, Allee, een beetje gênant vond. Dat je zo iemand die zoveel power heeft, zichzelf ziet verlagen of belagen. Of noem je dat? Mm. Kleiner ziet maken in een soort... <laughs> Het schoolse. Uh, ja, het was ding. al duidelijk, er, We hadden ook zo'n groepsimprovisatie of zo. Ik herinner me nog, ja, ik ben echt het prototype van does not play well with others. <lacht> <lacht> dus bij mij was het of wel cijferde ik mezelf helemaal weg. Waarop ja, dat oftewel, ik niet deed. Oftewel was ik, was ik zo overdreven dat al de rest zoiets had van wilde ik ja, alsjeblieft stoppen ja. met deze te doen. Ja. Maar ik herinner me nog wel heel goed dat die, die, eerste, die eerste keer dat ik kwam. En dan was ik, eh, want dan, dan was ik wel door de uh, auditie, dat herinner ik me nog, maar dan heb ik die werkweek gedaan en daar was ik dan niet door. En dat is dat, waar dat ik dat verhaal over geschreven heb de tweede keer, ja. dat ik zo pist was over ja. dat ik er niet bij was. En, uh, want dat leek mij dan ook op zich funny om te doen. Eh, zo, je gaat eigenlijk tegen de jury. Ja. Fuck you. Zeg. Ja, en... eh, je komt terug en je zegt... kus mijn kloten binnen de eikels. Ja. Eh, maar wel op een. Ik herinner mij dat stuk nog min of meer. Dat dat zo ergens tussen fuck you zat. Maar ook tussen mijn zieligheid erna. Dat, dat soort pathetisch ding. Wat ik wel heel He. raar vind. Als ik heel u vooral hoor. En ook waar ik u alles heb zien doen. Um, wacht even, deze moet ik goed uitleggen. Ik vind dat dat heel vaak vertrekt vanuit een. Um, Frustratie is niet het woord, maar zo dat afzetten zoals je al gezegd hebt, niet spelen volgens de normen, ja. dat moet toch een enorme overwinning geweest zijn? Ook op je jeugd, ook niet altijd zo gemakkelijk, altijd zo precies het gevoel hebben dat er een beetje een chip op je shoulder is, zo van, ik ga het hier eens vertellen, en dan gewoon de leiding, leiding geven over een instituut. Ja. Dat moet toch op zich de ultieme fuck you geweest zijn op een bepaalde manier? Ja, ja en nee. Uh... En, en dat is een tweede deel van de ja. vraag, omdat, we hebben hier ook Luc Weinschat, iemand dat u waarschijnlijk heel nauw aan het hart ligt, denk ik toch, waar je veel mee je gedaan hebt. Ja. En ik vond ook, en Nal, zal dat ook wel bevestigen. Er, zat, er zit een zekere gelijkenis in die zin. Omdat je als dus juist bezig wordt, ga je aan de Wim helzen. Hm. Uh, zodat talent hebben, veel talent hebben, maar precies soms op de verkeerde moment al iets te vroeg zijn, uh, niet meedoen volgens de regels. Ja. En ook als je Luc hier bezig wordt, ook iemand met een schoon carrière, nee maar zelfs tussen de lanen door hoort altijd zoiets fuck you heel de tijd fuck you ja ja, ja. Taat, you. ja. 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 dat is ja. goed gezien ja dat is deels dat is deels maar je zit ook hoe je het ook draait of keert je wordt gedwongen door de gemeenschap om een eindelganger te zijn en misschien wel omdat je een eindelganger bent maar een eindelganger zijn heeft een gigantisch nadeel is dat je nooit ergens bij hoort dat je nooit bij een groep hoort en die groep die dat is zoiets als de Rotary Club of de Lions Club of wat is het? Die beschermen elkaar. Die helpen elkaar. Als die een idee hebben, dan zeggen ze: Oh, dat gaan we een dier geven, dat gaan we een dier geven. En als je daar niet bij hoort, kreeg je daar nooit. Hm. En dat is iets wat Luc Wijns mee maakt. Ik maak daarmee. Ik kan me voorstellen dat jij ook een beetje in die hoek zit, maar dat is mijn is altijd. Sowieso, ja. en ik was natuurlijk wel. Aan ene kant vond ik dat wel grappig. Dat ik dan. Of grappig. Vond ik dat wel misschien een overwinning. Na mijn verschrikkelijke schoolperiode. Dat ik ineens directeur werd. Maar dan net zo ineens Die waanzinnige doorbrak. Met een Danny van ja, ja Toen jij dat script kreeg. had jij een gevoel van. deze schat hem zin. Dat is nee. iets waar ik al lang op zit te wachten. Of? De, de, het, het, linkt, allee, het, het, het past heel goed in de volgorde. Van waar we, hoe we erover aan het praten zijn. Want ik. Ik was dus elk jaar opnieuw op die studio uh, een crisismanager. Wacko, dat was eigenlijk gedaan. Ik had een nieuw nieuwe gezelschap opgericht en dat marcheerde wel, maar niet fantastisch. Toen had ik uiteindelijk subsidie gekregen en dat heette Podium Modern en daar is dan uiteindelijk een soort beatbox band uit voortgekomen. Want of dat, The Record, yeah. ja. Want yeah. de meeste... Daar heb ik nog samen mee opgetreden? Ja, ja dat, hebben dat nog, was heel tof. We hebben nog in, samen in dingen privé en Of. Ja. Mij samengestaan. Ja, Juist, dat weet ik nog. En, ja. Maar bon, dat marcheerden allemaal niet. De, 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 of de record marcheerde maar de theatergroep, daar waren ook vooral dingen gebeurd met subsidie en zo. De minister van Subsidie toen, Sio, mm -hmm. die had er een flinke puinhoop van gemaakt. Heel veel mensen kregen suicidie en heel veel theaters moesten dicht. O, de da jong. Oké, hij zal er wel een bepaalde studie voor gevolgd hebben. Dus, uh. um, maar bom uh, en dus die hogeschool die zat maar te rotzooien met Jan de Kler, zijn club. En dat was alleen maar oorlog en oorlog. En dan gingen die leerlingen ook initiatieven pakken. Die gingen dan een sleutel verstoppen, waar dat dan de algemeen directeur mocht niet in zijn lokaal binnen, als staking, als protest. En uh, die sprak mij erop aan, maar nu kun je nou uitsteken dat die sleutel terugkomt? Gewoon dat toon. Mm -hmm. Een verradering en dan gingen ze mij allemaal van alles zitten zeggen, al die wijsneuzen. Mm -hmm. En ik had vlak daarvoor, had ik een stemmetje ingesproken in Brussel, en ik was waar de borgmans tegen die zei, maar wat doe jij niet mee in die in dinnies? jij zit ook kei grappig wat doe jij niet mee in Dennis. Dat was dan iets van Mark Punt en uh, Gigrosus. De mm -hmm. Axel Dazel die speelde die ook Just, ja dat herinner ik me nog. Dat was zo redelijk dynamisch gemokt voor Vlaamse begrippen was dat mm -hmm. redelijk nieuw van de mm -hmm. En ik zeg... Uh, ja, ja, maar die gaan mij toch nooit pakken. Ja, maar je kunt altijd iets bellen. Het is een nummer. Ik zeg, ja, de regie ken ik wel. Ik heb daar wel iets mee gedaan, stemmetjes mee gedaan. Zei, oh, het is een redelijk slechte film waar Robin de Heert mee gedaan, omdat hij dan eh, regieassistent was. Ik zal je een nummer geven. heeft hij een nummer gegeven. En na dat gigantische ruziegesprek over die sleutel ben ik, ik buiten gegaan. Zo gefrustreerd als iets. Ik heb een mega joint opgestoken. Mm -hmm. ik ben, uh, een, een heel groot glas met oude Genever en ijs ben ik op het terras van de boer van Tiener gaan leegzuipen En ik heb nog de g gebeld. Ze ja. dus hebben echt, ooit waar ik het voor mij. Mm -hmm. Ik spreek Antwerps en ik spreek Hollands. Daar weten. Mm -hmm. Ik wil uh, filmen. Ik zit hier kotsbui op die school. En uh, drie maanden later belde hij dat ze mensen gingen testen voor de matroeska's. Ja. En ja, de Mark Punt heeft mij toen leren kennen. En die, ik weet dat ik dat toen samen met Mark van Erem gedaan heb. En we kwamen altijd buiten van, als we deze hebben, jongen, dat kan plezant worden. Ja. En toen zijn we, toen belden ze mij later van, ja, we hebben een rolke vraag. En waarom hadden we hadden dat gevoel al. Gewoon de, 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 de dialogen of de dingen ja. die je moest doen, voelde ja. al van, deze ja. wordt een cooler. Dat was ook. nog niet, nog niet gewist. Nee. Uh, als er al misdaad in Vlaamse reeksen kwam, dan was dat echt om te blijten. Ja. Dan kon je beter meedoen dan Megamindy. Ja. En deze was zo, had zo'n hoog soprano gehalte, dat ja. ik denk van, ah, maar na, zijn we vertrokken. Ja, ja. Allee, dat was al... Bijvoorbeeld, je had ooit lang geleden in de jaren tachtig een film, uh, Zaman... Dat ging over een flik. En daar speelde ook een gast in de Rooideur of zoiets. Ja. En dat was ook zo sappig, like die gast. Dat was ook in Plataan, ja. En dat was ook nog niet getoond. Dus ik ja. had zoiets van: ah, nu gaan we toch die weg nog op. Ja. En ja, de, 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 dat was voor mij echt: ik had, ik had wel al iets meegedaan in series, maar eigenlijk was ik daar heel vies van. Het was alpha papa tango en, en, en recht op recht. En uh -huh. ik, ik, ik deed dat alleen omdat ik geld nodig had, omdat ik zusvader ging worden. Uh -huh. Ik vond dat echt afschuwelijk, die dingen. Om erin mee te spelen. En nu was dat uiteindelijk eens wel goed. Ja. Een heel toffe cast. Ik had zoiets van: fuck, bro. deze kan tof worden. En ja, was dat iets dat je voelde toen je aan het spelen wordt ook? Toen je die scènes aan het doen wordt? Dat het, dat ja, dat was eigenlijk van, ja. bij die proefopname. Wij zaten gewoon aan tafel en. Uh, Sophie, dat was toen de, de vrouw van de Guy, die stond gewoon met een camerakje ons te filmen. En wij speelden de tekst vanaf de brochure. Mm -hmm. Geen ingestudeerde, het was gewoon lezen, maar dan zo theatraal lezen. En ik voelde toen al dat wat ik met die tekst deed, dat daar redelijk in de roos was wat zij wouden. Ja. Ik keek niet clichématig naar degene waar ik daar sprak, maar ik keek naar die Madanen. Ja, ja. Echt dingen die dat ik zelf ook goed vond, als ik, eh, omdat dat ook dat, waren, dat zijn. Gangsters. Ja. Dus die intimideren, die hebben show, die hebben. En dat was zo plezant om eens te mogen doen. Ja. En ik, ja, weet je... Er is wel een jongetje geweest dat hier in de stad tussen de heeft gezeten. Dus dan weten we wel hoe dat dan marcheert. Ja. En dan is het blij dat je dat eindelijk eens mocht spelen. In plaats van al die onzin dat we. Allee, onzin, al die klassieke onzin die dat we op school leerden, Zoals een bloemkool of een abele spelen tekst. Mm -hmm. En nu mochten we gewoon zin wie dat we waren. Ja. Ik vond dat fantastisch. Ja. En had je meteen het gevoel, toen ze dat begonnen uit te zenden, heb jij dat persoonlijk gevoeld hoe hard jij ineens naar een ander niveau van bekendheid ging? Ja, alleen ik, ik, ik ben altijd wel een beetje bewust geweest wat die dingen betreft. De wust, dat ziet ik al jaren niet meer heb gehoord. Een... Mijn god, Antwerpen van vroeger. Kijk eens aan, en dat uit een Nederlandse mond. Op het moment dat dat in première oh, gaat, op tv, beslist deze om te verhouden zijn Roland. Dat oh. zit wel vol goede ideeën, ja. eigenlijk. Dat is, uh, ja. Right, cool. En dan heb ik daar zes jaar gewoond. Dus heel die... Heel, heel nou kiep. was is bekend ja. en dan kwam hem neem ja. tegen. tijgen. en dan kwam ik dan ook nog in Louis Louis terecht, <laughs> want ik moest veel geld verdienen. Ah ja toen speelde je aan een Nederlander ook, hè? Zo een of andere soort gluurige. Ja. ja. Wacht, wat was u de naam van u wie Theo Finkie? Ja Vinkie. Finkie, ja. Vinkie. Zo, is weten ja, dat is het. Ja, Geest, ja. Ik heb het wel ik heb een paar afleveringen ervan gezien, het was met Hilde de Baardenmaker. Dus ja, ja, dat ja, die was die toen dat zo... de, de tweede telenovel dat hij gemaakt en ik ja, had. Wat gezien... was de eerste nou weer? Gaat Sarah. Sarah, Sarah juist. En, ja, hadden... ja. ja, en dan hadden we die zo semi-lelijk moest spelen. Ja, juist. En dan hadden we Ella daarna nog. Mm -mm. Ja, en Danny Lewinsky. En ja, en ja, maar daarvoor hadden we nog eentje, eh, dat was ook met, met Nathalie Meskes en de Jeroen van Dijk. Ah ja. Eh, Johan of zoiets. Nee, David. 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 Oh. En David was een soort Tarzan. Ja, ja. Oh ja, ja. man, jezus yeah, Christus op zijn twaalf op een eiland beland en ineens wist hij niet meer hoe dat een bloem moest zijn. Nee, van... nee, nee. Dat ik ook denk van, wat ga jij allemaal vergeten ja. uh, van je twaalf ja. jaar? Want uh, ik, ik... Welke planten ik kom, je Ik, had... ik kon toen ook al praten, hoor. Dat was geen enkel probleem. Ik kon toen <laughs> exactly. al mooie volzienen vormen en zo. Op mijn ja. twaalf jaar zat ik in tweede middelbaar. Ja. Dus dat is een beetje raar. Maar ja, dat was, dat was sowieso een, een, een beetje namel van de pot gerukt. Ja, dat dat was, zo, uh, ze, ze, ze zijn toen echt het verkeerde gaspedaal geduurd. Waar zit jij maar... toen gewoon wonen in Nederland? In hoor. Delft. Delft of al. Tussen places. Rotterdam en Den Haag. Ik ken het, ik weet waar het is. Delft. Mooi eigenlijk, mooi Ja. ja. Oh. En dat was ook omdat ik toen heel klein kinderen had. Ik had een, een jongetje van drie en een baby. Mm -hmm. Ook een jongetje. Ja. En dan was het. het Tweede, uh, Billy Bob en. Louis. Louis. Ja, en zij hebben. Ja, mijn vrouw, die, die, die was van Delft, en ze zat daar ineens bij haar familie in de buurt, tegenover een park, in het groen, de kinderen konden op straat spelen, dus ja, en ik kon mijn carrière eens oppompen in Holland. Ja. Wat dan voor een meter gelukt is. <laughs> <laughs> ik kreeg al maar werkbaar in België, omdat ik hier doorbrak als Danny... Uh, ja. Danny, uh, wat was het? Uh, Danny Bols. Oh, ja. Uh, ja, dus dat is... Uh, je moet eigenlijk gewoon altijd op het pluts blijven zitten. Ja. Ja, dat is in ma Nederland. Was maar eigenlijk een hit in, uh, in Nederland? Ja, ja, ja. Uh, uh, heel veel mensen hebben dat gezien. Ja, want ik ja. heb wel Nederlandse vrienden. Maar ze hebben alleen het eerste seizoen uitgezonden. Hmm. Ja, dat tweede seizoen. Want ik was een enorme fan, nou nog altijd. Maar dat tweede seizoen vond ik straf, omdat dat, uh, daar was Vlaanderen echt nog niet klaar. Hè? Nee. Dat is te donker, ja. te hard. Ja, exact wat je zegt, te donker. Dat is heel dramatisch. Die gasten ja, zuipen. Ik denk dat, dat ik denk mm -hmm. als dat nu zou zijn, dat het beter zou zijn. Ja. Maar was qua timing perfect. Dat was er ja. los op. Ik denk dat Truschka's ook, de ook net iets beter was als de twee qua dynamiek. Meer, meer entertainment. Ja. Ja. Uh, ja, Dan grappiger, hè? er zaten ja. meer, meer van die quotable momenten in dat soort dingen. Hadden dat ook toen dat je want die Bende, want ik heb er nog eens een foto gezien, als je zo de, de persfoto's ziet van de Matrushka's, hè, ja. met ondertussen ook al twee mensen erbij die er niet meer zijn. Ja. Hè? Dat is ook wel wat de grimmigheid van die foto ook nog wel wat versterkt. Uh, hadden op dat moment dat, dat gevoel uh, dat je echt, dat is een, een red pack, als je die bezig ziet. Ja, ja dit, het, uh, ik, ik heb dat allemaal eigenlijk pas achteraf... En die weer... gewoon een band voor het leven zal ik zeggen. Nee. Maar ik moet wel zeggen, ik ben met de Luc Wijns doorgegaan. Ja. Wij, ik heb dat ooit eens in een interview gezegd en ik weet niet of Luc daar zo content mee was, maar ik vond mijzelf, de Luc en, uh, en vele uh, de Jong. Ik vond onszelf de vergeten groente van uh, de matroosjes. Want iedereen is kaart gewoon bomen erna, en wij niet. Mm -hmm. maar hebben wij hebben zelf iets nieuws gemaakt, alleen de Luc natuurlijk. Mm. Maar met de Luc heb ik heel lang nog die band gehad. Eh, met de Peter heb ik best veel moeten filmen nog, de Peter van het begin. En nu binnenkort gaan we weer iets draaien. Maar ik heb daar niet een. Als we elkaar zien, dat klikt hè. Maar ik heb daar geen grote banden mee, met, eh, met de, de Axel. Heb ik ja, maar we waren ervoor ook al bevriend. Nou, ja, goliken met elkaar redelijk goed hè. Ja. ja. Dat is wel straf want die foto is precies. Dat is wat inderdaad een goed vergelijking met de sopranos. Ja. Foto's als ze allemaal samen zitten. Ja. Dat is een, als bijna nou, alleen een icoon voor de Vlaamse wereld. Hè. Er is daar echt iets gebeurd. En ik ja. moet zeggen, met de tweede, tweede uh, uh, seizoen is dus van alles mee gebeurd. Er was een contract van Peter van der begin met de VRT. Dat was eigenlijk al af, op papier. En toen werd er even beslist dat Peter eigenlijk niet mee mocht doen. Maar dat is wel de Tony Soprano van de Matrouskas, de Daion. Dat, is, uh, ja, dat zijn van die contract, contracten die mensen maken, hè? dus die zat vast aan de VRT en dat was voor de VTM, dus dat mocht niet. Is er toch een compromis gemaakt kunnen worden, uh, waardoor dat, dat hem drie afleveringen mocht meedoen of zoiets. Ja, en dan is hem geworden ja. Er hey, was zoveel. Dus te, maar ja. heel dat ja. scenario moest herschreven worden, dan moesten een aantal... Dat is wel goed dat je dat zegt, want dat heb ja. ik altijd heel raar gekomen. Ja, en dan moesten dan ja. andere gevaarlijke gasten het overpakken, dus er moesten nieuwe Evil Guys zijn. Geforceerd. Ja, ja. maar gaat dus de, de, de Anciens. Wie waren er nog over? De Nax, De Luc, Ikke en, uh, en Verle. Waar worden oh. echt de Anciens van de vorige reeks? De rest was oftewel eruit, want de markt is niet mee, mee doorgeschreven. Die is uitgegaan. Heb ik nooit begrepen waarom, maar bol Dat zijn keuzes. Uh, maar wij, wij bleven dus over. En wij moesten eigenlijk de underdogs blijven van heel dat ding. Vooral De Luc en ik. En wij hebben nooit zo goed begrepen, uh, ze hadden misschien voor ons moeten kiezen. Hmm. Want dat had het publiek misschien ook lekker gevonden. Of ze hadden een hele goede baan moeten zetten. En wie waren dat nu? Dirk van Dijk, uh, Koen van Impen en Bruno van den Broeke. Die hebben een beetje die functie overgenomen. Hmm. Was dat omdat die op dat moment iets bekender waren? Ik weet dat niet, maar ik weet in ieder geval dat dat, dat dat niet een topmatch was nee. mee, met de regie. Uh, en dat voldoek ja. Terwijl daarvoor was die match er wel. Mee, met de Frank-Alenboom en de Peter van den Begin. En de, Mark van de Tom, Tom van Daak. Ja. Dat zijn een opzotte bij je. Gevaarlijke gasten bij je. Ja. Maar die droegen dat ook. En, en, maar nogthans was het scenario van een twee. Omdat die gasten echt letterlijk verzuipen in hun, in hun, in hun slechtheid. Dat, uh, is dat, ik vind daar wel een heel goede reeks, die seizoen twee. Maar ja. De, de lol was er wel af, hè? De, 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 het entertainmentgehalte zakt een pak meer, hè? De, mm -hmm. de, de, de... Ja, ik denk dat het tijdsgeest was... Je ziet dat met veel dingen, hè? Veel vormen van entertainment te rollen, hè? Van niet. Die eerste reeks rollen, er zit niks. Er ja, ja. zit niks te dat zo natuurlijk. En bij ja. dat tweede, ik vond ook, misschien is het achteraf ook wel, omdat het eerste in, veel in Antwerpen was. Ja. En, en het tweede wordt er... Ook in Thailand en zo. Ja, nou, ja, dat is ja, ook dat is ook Ja. Maar wel sowieso uh, als gedeelte, als je het nu met Blu-ray of. kun je het als één geheel zien en dan neegt het wel weer terug. Dan wordt dat tweede deel ook wel weer terug opgepikt door dat eerste deel. Of ja. Als geheel is het nog altijd straf. Hè? Ik denk dat wel. Ik, denk dat wel uh, zijn we net, ik, ik vind het een heel goed risico dat hij hem gepakt heeft. Ook met de middelen die hij kreeg, de Mark. Uh, je zult het maar hebben dat uw hoofdrol eruit moet. Maar gaat het doen, ja. dat moet, uh, en dat heeft dan een, een voor een jaar vertraging gezorgd ja heeft heeft er het beste van proberen te maken hè? ik denk dat het dat zeker cult is het eerste is gewoon een klassieker ja. en tweede is cult dat nihilisme in de tweede reeks ja. dat dat oh, sowieso, sowieso prime time ik denk dat was dat op de VTM dat zijn we uitgezonden ja. ja de VTM ze ook een paar keer geslikt en denk, ik als ze een blok van dash ervoor en erachter en moeten zitten. <laughs> of de kot maar dan weer een boni of wat <laughs> uh, <laughs> ja ja ja, ja. Zouden er zaten wel een paar legendarische zinnen in, hè? ik kon dat schrietsje ineens een beetje opmaken, een Charles oh, zo dat soort uitspraken ja, ja. die dat daarin zaten. Dat zijn quotes. Ik weet dat ik er nog wel een paar keer heel hard mee heb gelachen, maar het was inderdaad, ja, die tweede reeks was een pak donkerder dan ja, die ja. eerste zelfs nog. Ja, die hadden veel afgelachen en zo, want die, die quotes, dat, dat, ja, dat leeft ja. wel in Vlaanderen, ja. de separé, niemand sprak ooit over de separé. Nee, ja. ik ken ja. dat al. Maar dat is maar... geen goed teken dat je dat kent. Ja, maar wacht, ik heb er een goede verhaal. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk een, een, een hele goede maat van mij, Stefan zich. Ja. Je kent hem ook. Die net een goede maat in Deurne. En die is een tante, had zo'n. Zo Ah, zo'n soort uitsuiperbaar. Ja. En die had dat gedaan op de leien, ik weet dat nog. En de, de, de Stefan was uitgenodigd hè, door een goede mat. Hij zei: Het is opening, je kunt er niet komen drinken. En die had mij gevraagd vermeten, mee te gaan, omdat wij toen een goede waren. Ik zeg: Oké. Okay. je komt eraan en je ziet echt zo'n bar missen zo van die neonlichten. Dus ik zie hem zo naar. En ik zeg: Wat gaan wij hier komen doen? En die is wel, Ik weet dat niet. Hè. Zo, gewoon niet drinken, dat is lachen. En dan komen we er binnen. En daar is een receptie. Er was letterlijk een hoop volk dat er moeder zaten en meisjes toog die aan het werken waren ja, op dat moment. En het beste van allemaal was, die zin kregen wij dus letterlijk te horen van de tante van de Tomtoon. En die zegt tegen ons. Mannekes, leel al een frak, maar in de separé. Nee. En de separé was het woord dat ik nooit vergeten ben. En dat ik, wat ik nog extra mee moest lachen. toen ik het in Matroushkas hoorde voorbij kwam, Want ik dacht, ik weet wel dat dat is, de ja. separé. He, zo Daar liepen we frak. Daar ligt we frak. <laughs> en er liepen nog andere dingen. Maar dat is wel heel funny dat dat, 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 dat zo'n woord. Zo er ja. is op Facebook zo'n ja. groep en die noemt Matroushkas matrushka, uh, Quote. En ik zijn even zo door scrollen en dat ja. is. Uh, ja, 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 de Niddy met die Russische beetheid en weer zwaar. <laughs> maar een tijger schiet al in een broek. Eat your omelet. Eat your omelet. <laughs> ik, ik had dan een hele plezante. Eat your omelet. Terwijl dat ik hem uitsprak bij de shoot, ja. was ik alleen maar kwakke vlies op kwakke vliejes ontkouwen. En als ze dan stopten met draaien, dan mocht ik die kwakvlies in de nemer uitspuren. En dat is de scène dat ik zeg, het is van pertje, ja, ja. <laughs> Dan zit ik zo'n papieren ja, verpakking mm -hmm. met, 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 met gerookt vlees op, zit ik daar op te vreten. Maar wat was het? als ik dan uitging, dat is nog een tijd dat ik veel uitging, pardon, <laughs> dan stond ik in 2 c hmm. te pissen en dan stonden er altijd al gasten even, wat is het jong, van, is het van pertje? Ja, ja. En dan had ik de goede grap bedacht, nee, nee, dat is de manen. Ja, ja. <laughs> dat is met deze Prachtig. Man, dat is deze scène. Ehh. Uh, Komt oh, uh. <laughs> er wel <al> op zitten. <laughs> Die is van Pertje. Mijn ja, moeder vond de Mark ook altijd fantastisch. Hè, ik dat heb er vies er al, maar ik heb wel En met een stiefje. Van Pertje. Ik denk dat. Het en is veralzend. Helemaal vreten. Ik heb er dingen schoon doen. Echt, ja, het goede nieuws, je had er veel pretje gegeten toen. <tie> ja, ja, ik heb er een half, een half peert op gegeten. <tie> nee. Alleen ik slikte daar gelukkig niet door, maar er waren andere scènes waar ik het wel moest doorslikken. Ja. Ik heb zo... Uh, wij, wij draaiden 50 takes of zo, hè, mm -hmm. van een volledige scène. En dan, ik weet dat we lunch hadden, we hadden heel goed lunchen. Thijs was het waarschijnlijk. En uh, normaal moest ik in een scène glazen uh, afdrogen. Ja. En de geest de, 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 de G zegt uh, nee 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 man nu uh, weet je wat ga God er baas zitten? Er zijn nog andere handelen of die twee greten dat ze gewoon verkopen. Ga er baas zitten en uh, gooi er maar even schoon die koffie koken. Ik zeg waar wilde dat ik uh, gewoon een baart te of zo? Ja maar ja ga zitten, gooi hem dan baarten. ik heb suurstikken hè, uh. want dat zijn 50 takes. Als dan een halve koffiekoek per theek is, dat ja. zijn 25 koffiekoeken. Dan een... ja. En ze heb je twee dozen met, met, met truffels opgegeten van die praline. Ja. Maar dat, dat... dat was niet goed voor de lijn eigenlijk, nee. dat je daar niet spelen. Nee. Nee ik heb heel veel gefrit, dus ja. ook, dat geeft een heel goede naturella geëet voor de camera maar ja. dus bij mij deze er de altijd ook iets heel Soprano's hè Tony ja. Soprano was een van de meest smakelijke Pff, eters uh, ja. dat is altijd zo als ik naar de Soprano's keek had ik altijd honger ja. Ik heb, zo, ik heb die kookboek, hè? Ja, ja, ik heb die ja, ja. kookboek. Ja. 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 Ik moet zeggen, ik, hij, is, uh, hij is niet zo gemakkelijk om hem te gebruiken, nee. maar hij is fantastisch om te hebben. Ja. Wat ik ook altijd geweldig vond, Tony Soprano was die combinatie van die sinusite dat hij En hoe hij met zijn vork in die ja, ja, ja. City, uh, city altijd had. Ja, ja. Als hij hem s'avonds terug en je staat vol leken eraf. En dan zo, ja, die verbeten dat dat die vork in die pasta ging. Dat was ja. zo dat... Ja, ja dat ah. lukt zo. Dat. Ja, ja. Ja. Zo gevoelde de tijd van er zit zo'n soort vriesende stier ja. die zijn ding ja. naar binnen aan het werken ja. is. Ja. Hè. Hij moet inademen en kouwen tegelijkertijd. Meestal na een dag stress ook. Zo. Ja, dat was echt, uh, dat was echt fantastisch om ik te zien. kon ik zo voor de tv liggen. Met zo'n kommetje op zijn baan. Ja, dat ja, het allemaal ja, ja, ja. leegschepen was. Zo. Ja, dat is fantastisch. Hè? Ja. En zo heb ik er ook een paar keer gelegen terwijl ik naar de Sopranos aan het was. Pakken. En we waren zeker niet alleen. Dat weet ik dat er veel <laughs> gasten dat gedaan hebben. Wat ik ook heel erg mee moest lachen was als die allemaal samen aan het eten waren. Want oh. dat eten dat er kwam staan is fantastisch. En hij zo die één aflevering dat die naar Italië ging. Ja, ja. Zo, en die is zo goed. Ja. Want dan krijgen die van dat Italiaans eten. Maar dat is niet wat die vinden, dat Italiaans nee. eten. Die krijgen van dat moderne, een beetje zwarte pasta en wat truffels ja, ja. en wat arty farty shit op hun bord. En je ziet zo vooral die Paulie, die oudere gast met ja, ja. dat witte haar, die is zo: What the fuck is this? Ja. Hey, where's the marinara sauce? Ja, wat, en die wordt ja. ook zo: Is there any meatballs ja. hier? Die wordt al kwaad is over het gravy. Alles. Ja, en, en dat je <laughs> ook zo zegt: hey, Where's the pichadon in this fucking place? <laughs> En dan en dan wou hem zo wat cool gaan doen bij de Italianen, want dan had hem zo een woordje geleerd van hè, zo ciao Commandatore. Ja, 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 en dan ja, ja, zitten er ja, zo'n paar ja. van die oude Italianen zo wat te dammen of zo op ja. een tafel en hij zo ciao comandatore. Je ziet die Italianen zo allemaal naar hem zien zo, en die zo fucking kaksakjes. Ja. Die zijn zo heel de tijd zo aan het kwaad worden over dat Italië niet is wat dat hem had gedacht ja, ja. en het ging zin. Zo een fantastische aflevering. Ja, ja. Ja. en zo heel dat dwepen met the old country en dan gaan ja, ja. ze er naartoe en dan kunnen die niet wachten om terug te gaan naar waar dat ze, ze komen ze zeggen ook zo, zo die Italianen, van ja gollen en scholen saus mocht worden wel alle passen is dat precies soep ja dat zo alles draait er hier ja 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 Donald schijnt zelfs uh, zo dat Bolognese saus, dat doet totaal iets. Hè? Ja, heel, het, is, het is altijd veel simpeler. Ja, 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 ja. Dat is een, dat is een, een heel simpele keuken. Daar ja. gebruiken ze twee, drie gerechten Amerika, ja, dat is uiteraard een ja, Er is, is alles er... erbij. Ja. Ik mag het wel graag. Kun je een cheese en sausage in there? Ja. Ja, ja, dat is mijn Mexicaanse ook. een tex ah, mex Ik ben drie weken, ja, ik ben een mega fan van ja. Mexicaans eten. Dan ging ik drie weken naar Mexico. Ik was die bonen zo bui als je door zo nachos bestelt als Letterlijk, een met boven, dat is Een, een, een bruine en een ja. groene En je zit er zo. Dit is niet wat ik denk dat ging doen. Nee. nee, dat moeten we naar Texas. Ja. <laughs> ja, dat is wel cool. Andere vraag. Waar zit jij... Je, je wordt hè, sinds die rol zeker hè, worden vaak getypecast als een slechterik. Er was zelfs al eens een sketchje over op de ideale wereld. Hè, ja. Dat jij zo allerlei toffe <laughs> rollen moest spelen, maar dat eindigt altijd, altijd en met dat, dat je mensen kapot maakt. Ja. En um, als, als ik nu zou vragen, wat, wat, doe, wat wil je eigenlijk nog doen? Wat zijn dingen dat jij echt zegt? Want je hebt al zoveel verschillende dingen gedaan. Waar zitten er nu mee bezig ten eerste? Wat zitten er nu eigenlijk aan het doen? Ja. En wat zouden. Nog het liefste willen doen. Ja, een, een, een pers. Goh. We hebben het samen een reeks geschreven. Hè? Ja, dat En dat, is dat mij had nog... heel tof geweest als we. Maar dat is. In ja, was een redelijk. Ja, dat, dat script begon ergens op te trekken eigenlijk. Ja. Tegen het einde. Maar dat is echt wel. Zo'n personage zou ja. ik een keer eens willen spelen die een beetje doen wat wij doen. Ja. Die in de showbiz moeten functioneren. Mm. Uh, die, Ego's. Een drugsprobleem, een vrouwenprobleem, ja. uh, whatever. Zo <laughs> dus, hard niet mijn leven. Nee, <laughs> nee <laughs> ik <maar> ben <laughs> beren saai eigenlijk. Hè. Ik, nu ik ook, heb een goede relatie en ik ja. pak geen drugs. Ik ook. Ik ben <laughs> al 9,5 jaar clean van alles. Ik drink geen uh, druppel. Um, uh, ik ben ook heel stabiel met mijn vrouw. En zo, dus ik heb ook zoiets. Maar ik zou dat wel willen spelen. En je hebt er een absolute. aantal Amerikaanse reeksen die dat wel aan het doen zijn van mensen die zo. Uh, dus dat zou ik wel tof vinden om. Maar dat gaan ze hier in Vlaanderen, denk ik, niet snel doen. Om, om zoiets te ik maken. Ik weet het ook niet, hè. Ik nee. vond dat wel een goed idee. Want ik weet ja. dat, dat was met een Thomas Smith ook nog. Ja, ja. En dat, dat, kwam, ook, dat... Dan en er... kwam ook niet op het goede moment. Jij zat vlak voor jouw uh, uh, sportpaleizen, Ja. En ik was eigenlijk maar juist ontzettend hier terug. Ik was mm -hmm. juist aan het terugkomen. En Thomas was ook bezig met Vooral. Uh, ja, wij, waren, wij zaten in zo'n heel drukke, rare periode ja. allemaal. Ja. ja. Maar goed, zoiets. Zo'n mm -hmm. zo, zo, zo soort, zo soort black comedy zou ik nog wel willen maken. Mm -hmm. Zou ik aan mee willen werken, alleszins. Uh, verder heb ik sowieso het roer omgegooid, omdat um, ik een redelijk moeilijk jaar achter de rug heb. Ik heb in 2017 heel veel gefilmd, in 2018 bijna niks. Mm -hmm. Ik heb wel wat theater gemaakt. En alles wat ik in 2017 heb gefilmd, is nog niet op tv geweest. Dus het is dat je vergeten wordt, weet je. Ja, ja. Nu komt er heel veel aan. Ik ga twee, twee dingen filmen. Uh, het vervolg van Undercover. Mm -hmm. Wat volgens mij wel een goede reeks kan worden. Daar speel ik een Undercover-flik. Mm -hmm. Samen met Tom Waas. Ah, is dat dat een waar, waar je ook een prijs mee gewonnen hebt? In, uh, in Tom Waas de hoofdrol speelt? Ja. ja. Dat is hij hem hier bezig Ja, Dat hij is... hem in Can of zo toch. Ja. Ne, ne, ja. Ja, dat is ja. Hij was er heel hard van. Ja, maar uh... dat, is, dat kan wel eens heel goed worden. Ja. Zo... Alleen ik weet niet ja. of dat we dat mogen zeggen. Maar dat heeft wel qua sfeer dezelfde. Een beetje zo die Scandinavische sfeer wel. Ja, dat zei uh, hij ook. Ja, Jij en, uh, dat ook. Ja. en ze zijn er zelf intern ook heel enthousiast over. Omdat we nu, voordat het uitgezonden is, toch al aan de tweede reeks beginnen. En ik ga met de Mark Punt ook een, een, tweede reeks, een nieuwe reeks draaien. En dat zou hopelijk, als ik het scenario lees, zou wel eens in de buurt kunnen liggen van de Matrushkas. Mm -hmm. Het gaat niet over vrouwenhandel, maar wel over uh, flikken en haven en handel. En zo. Mm -hmm. Dat kan tof worden. Maar uh, ik heb natuurlijk in dat moeilijk jaar wel het roer moeten omgooien. Om ze van. Bon, ga ik nu echt mijn leven laten afhangen van producers. die maar wel of niet willen. Mm -hmm. En ik ben ik ga schilderen. Ja. En ik heb nu. Uh, ik schilderde al een tijdje, maar ik ben nu echt, echt door gaan schilderen. Allee, ik, laat, ik zal het zo zeggen. Ik, ben, uh, een, een, ik heb een collectie geschilderd. die verkocht dient te worden. En niet voor, om het zelf graag te doen. Maar echt, mm -hmm. ik ben uh, vooral een. Behoorlijk aantal handen beginnen schilderen. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, <laughs> de, omdat ik um, voor andere mensen, die, er waren mensen die, die, die alleen er ging iemand, Jules Inkmaster 2017, mm -hmm. die wilde een tattoo bij mij zetten en ik hoefde niet betalen, te betalen, maar ik moest uh, een schilderijke teruggeven. Dan heb ik een, een zelfportret geschilderd. Ja. Dat ik Het is ook wel ze... cool dat je dat geeft. Ja. Zo. Een portret van mij. Ja. Ja, want wat zij krijgt. krijgt graag portretten en zo. Dus ik denk van oké, okay, dat is dan een van mezelf. Schilder. Ik heb ooit eens een heel funny moment mee gehad. Dat was bijna ongewild hilarisch. Want we moesten er toen zelf heel hard mee lachen. Maar dat ga zo zei, Ha, oh, man, ik werd zo zenuwachtig van, van die mensen die constant zo dingen van zichzelf overal hebben ophangen. En dat, in uw bureaublad van uw laptop was 27 foto's van uw kop mee. Andere praken in slorren op. En ik okay. zat er zo naar u te zien en ik zei, hé, hey, daar gaat hij naar nou juist gezien. <laughs> en kijk, kijkt daar zo naar en ik denkt zo, ah, kut. Ja. <laughs> dat was zo de foute opmerking ja. op het foute woord. Dus ik vind dat funny dat je zegt, ik geef u een schilderij ja. van mij. Ja. <laughs> ah, wel, en mijn vrouw die mij nog nooit zat of stoond gezien heeft, mm -hmm. uh, mijn, ja, de vrouw waar ik nu mee, mee samenleef en mee getrouwd ben, die zag dat schilderij en die zei van, nee, 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 nee ga God dat niet weg, ik wil dat hebben. Ik wil daar ook wel eens zat zijn. En de mensen die mij gaan tentoonstellen, dus uh, de galerij uh, Nationaal 55, de zijstraat van de Nationale Straat, uh -huh. die zagen, toen ze naar mijn handen kwamen kijken, de schilderij van mijn handen, zagen ze ook die kleine, zo, dat kleine zelfportretje en die zeiden van, maar hoe zou dat niet ook maken? Ja, maar wie gaat dan naar schilderijen dus zichzelf constant verkopen. Mm -hmm. Dat gaat toch niemand. Jawel, Manu. Mocht mm -hmm. dat. Dus toen ben ik begonnen, ook omdat ik dat schilderijen niet aan Jules mocht geven, ben ik begonnen met meerdere selfies te schilderen. Mm -hmm. Dus nu heb ik mijn tentoonstelling die ik eigenlijk Hands wilde noemen, heb ik Hands and Heads genoemd. Mm -hmm. <laughs> hands <and> Heads Speak. <laughs> Dus dat is iets voor uh, uh, eind maart. Ga ik heb eigenlijk uh, dat WACO-acroniem. Ja. Eerst hebben we het idee en dan vullen we het wel in. Uh, ja, ja. Voilà, maar Dus ik zet nu, als ik hier straks klaar ben, ga ik terug naar mijn atelier. Want dan ben ik een week niet kunnen zijn. Dan ga ik, uh, ik moet echt nu, ik heb een deadline. Ik moet echt, uh, uh, eind maart, moet ik een stuk of 25 schilderijen ophangen. Mm -hmm. Of er nog een stuk of 6 moeten gemaakt worden. Ja. Maar well, dat is, uh, ik moet zeggen, mij bevredigt dat heel erg. Ik ik hoef niet meer constant bezig te zijn met van, mag ik nog meespelen met de grote mediawereld? Als je dat doet, dan ben je, voor je het weet is het vier uur later, dus so je amuseert je you rot. Je zit in een soort of flow, je bent niet bezig met de tijd. De tijd staat letterlijk stil of vliegt vooruit, whatever. Ik moet zeggen dat dat, dat dat schilderen is voor mij een, een, een nieuw jo, iets, iets wat ik uh, herontdekt heb, want als, als jongens oh. deed ik dat wel veel. Uh, ik heb echt ontdekt dat dat mij, dat vult mijn tijd op, ik kan er misschien geld mee verdienen en, ja. en het maakt me vooral gelukkig. Jo, want heel dat financieel ding, is dan niet moeilijk? Als je zegt, er komen even geen rollen en je moet die eens weer beginnen. Dat is beginnen. En wat doe je dan? Doe Niks. je dan andere dingen? No, ik heb een mini-dopje ja. en ik probeer al heel lang in een decorwereld binnen te dringen, wat ja. nu langzaam aan het lukken is. Uh -huh. uh, met dat schilderen kan ik mijn tijd doden en wie weet ooit iets mee verdienen. Uh -huh. Uh, ik doe natuurlijk heel veel jobs daarnaast, zoals stemmetjes, tekenfilms. Uh, uh, soms een regieke. Ik speel in uh, het, het commerciële theater, werk ik ook mee. Mm -hmm. uh, ik probeer dat zo, zo breed mogelijk uh, uit te voeren, mijn vak. Mm. Maar het is zo afhankelijk van of dat ze smoel wel of niet willen. En dat is. Heel frustrerend, want je hebt gouden jaren en je hebt echt zwarte jaren. Zo ja. simpel is dat. Ja, ik heb uh, zo'n heel goed gesprek ooit eens gehad. Ik heb uh, ooit Sam Jones geïnterviewd. Dat is een acteur die uh, je vooral kent van één film, Flash Gordon. <laughs> Destijds, begin jaren 80. Die heeft, uh, dat is een mega film geworden. Die gast heeft daarna nog enorm veel tv-werk en zo gedaan. En ook een klein beetje van alles en nog wat. En ik herinner me nog dat ik, dat ik, uh, dat ik aan hem vroeg, ja, en, en hoe ga het nu mee? Wat zit jij nu allemaal aan het doen? En hij zei zelf ook van, well, er was een bepaald moment, hij eh, zegt, I kind of got tired of sitting next to the phone waiting for it to ring. Oh, ja. En hij was vroeger een marine geweest, hè? dat is een US marine ja. geweest, en die had nog contacten in die wereld, en die kende nog heel veel volk. En die is toen een security firma begonnen. En je doet nu zo alleen maar high-profile van die ja, uh, politici of mensen die nice. over de border moeten van Mexico naar Texas of andersom. En je doet heel veel van die high-risk dingen, maar je verdient daar keihard veel geld mee. Ja. En het grappige dat hij zei was. As soon as I started doing that, and it started working, people started calling me for acting jobs. Ja, maar dat is... Eh, dat je zoiets van, oh, oké, okay, ik was er niet meer mee bezig, nee, en ineens begint dat terug te komen. Volgens mij moet je dat uitstralen. Als je ja. op werk wacht, bellen ze je niet. En als je het niet meer ja. nodig hebt, dan komen ze je bellen. Ja. Ik ben naar Holland verhuisd, en in België wilden ze mij alleen maar hebben voor van alles. Ja. Ik ben terug naar België verhuisd, en begonnen begon ze in Holland te bellen. Ja. En nu dat ik eigenlijk zoiets heb van... Pff, Gelukkig zijn er een aantal mensen die altijd wel aan mij denken, zoals Mark Punt, Luc Wijns. Dat zijn echt mensen die... die James Cook is ook met mij bezig. Dus ik heb ja. die, die mensen denken aan mij, gelukkig. Ja. Want als dan het, het grote gros ligt, de grote producers die alles maar kunnen... Ja. Die slaan mij over. Uh, en en soms, en waarom, waarom denk jij dat dat is? Ik weet het niet. Ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik een, 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 een redelijk specifiek iemand altijd gespeeld heb. Uh -huh. Dat ze altijd denken dat ik maar één ding kan, ja. maar ik punt niet. Die heeft mij uh, samen met Sven Rieder een, een homo koppel laten spelen. Ik wil ja. maar zeggen, je ja. kunt ook uh, met een beetje fantasie denken soms aan wat mensen wel en niet kunnen. Hè. Ja. Mij, uh, maar dat, is, dat zit hier rotsvast vast wat dat betreft. Maar is dat ook niet dat veel? ook redeneren om het positief te houden. Ik bedoel, je doet het ook al heel lang. Ik denk dat er veel mensen zijn die op en af zijn. Ik bedoel, Axel Daas zou er misschien hetzelfde kunnen zeggen. Ik bedoel, iedereen heeft zo'n zo moment. Natuurlijk, kan... maar wij zijn, wij zijn allemaal... Het is, het is een heel klein landje, waar er weinig geld is. Uh, en met dat klein landje wil ik vooral zeggen, er is weinig geld, want er is maar zoveel publiek. Dus eh, Holland is al dubbel zo groot, wat dat betreft, want er zijn minder Hollanders in Holland dan Vlaam, Vlamingen in België. Hm. Uh, ik, ik mag eigenlijk al niet klagen. Want ik heb eigenlijk wel een constante van denk ik een, 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 een dikke dertig jaar. Dat ik altijd wel iets interessants kan doen. Ik zit vaak in groeireeksen. reeksen. Um, maar waar het om gaat, je kunt je cijfer niet altijd maken. En dat is zo so fucking frustrating. Mm -hmm. um, en je kunt ook niet zeggen, weet je wat, ik kon nu drie maanden dat doen. Dat kan niet. Want stel dat ik in een keuken, ik ben een redelijk goede kok. Stel dat ik in een keuken ga werken. Oké, okay. en ze bellen maar voor een rol. Als ik dan tegen die, tegen die chef daar, ja, zoek maar een andere sous-chef. Ja. Dus in een werken is ook moeilijk, want daarom zou het decor heel goed zijn. En nu mag ik eindelijk een beetje meebollen, want hmm. als je zegt ik kan die drie dagen komen werken en die twee dagen niet, dan zijn ze daar tevreden mee. Ja. Zo werkt daar wel in decor. Dus je moet eigenlijk, ja, dat is het enige probleem. Je moet je cijfer kunnen maken. Want hmm. ik heb draai jong rondlopen, die moeten allemaal eten, hè? Ja. Ja, maar dat is zo. Hè. Is Hoe oud zijn uit, die? Uh, mijn twee zonen zijn 17 en 14. En dan mijn stiefzoontje is 12. En dat fritsen. Hè? Ja. Oeren van, <laughs> van hem een Ja, dan kom Ik word <laughs> even naar de call uit. Je komt terug in die archives, is dat de aardkast. Maar hij is al 17. En de, ja. de, de oudste, Billy Bob, is een oudste. Zeker, 14, nee? nee, die is 14. Ah, die, dat is de jongste. Ja. De oudste is. Low. En uh, ja. kijken die naar u als een. Uh, hey, als die uw rol is, die. Hebben ze van jou, dat wil ik ook doen? Of zit daar nog geen acteur tussen? Uh, de jongste, Billy Bob, die heeft. Die heeft heel veel, veel uh, entertainment-kwaliteit, uh, zal ik zeggen. En mijn stiefzoontje ook. Ja. Die zijn waanzinnig grappig. En mijn oudste die gebruikt zijn hersens redelijk gezond. En die gaat gelukkig andere dingen doen. <laughs> daar wordt een toplasser. Die is uh -huh. nu al op hoog niveau bezig en ik heb gezien, ik ben zo blij... Een lasser hebben ze altijd nodig, man. Het is dat. Een lasser hebben ze altijd nodig. Ik zin zo blij dat die jonge Ethanus <laughs> doet aan het entertainment vak, want ja. het is... Het is zo ik, heb dat, ik, ik push mijn dochter ook zeker niet in die richting, nee, maar ja. ik vrees er wel voor. Ik vrees er ja. voor. Maar als ze dat willen uh, doen, dan at, zullen ze er ook as, komen. Dat is ook zo. Dat, die dat, dat denk ik dan ook weer. Ik, ik kon dat zeker niet ontmoedigen, ook ja. niet, maar ik moedig het ook niet aan. Nee. Ik had heel erg zoiets van, zie maar wat dat gaat doen. Ja. En als ze interesse toont wat ze doet in bepaalde dingen, ja, dan laten die dat doen, uiteraard. Ja, dan maar kunnen ze van raad. Maar, je wilt, maar... Niet, je wilt niet, ach oh man, dat is echt. Maar dat zeg je toch bij al die acteurs? Ja. Dus Zorg dat je eerst een echt diploma hebt. En als je het dan nog echt ja, wilt doen. Als we wat dingen vertelde, dat, dat een van die is een legendarische uitspraak. Toen Robin Williamson een Oscar won, dan zei hij altijd: my, my father always said, if you want to do acting, no problem. But get a good backup profession like ja. welding. Ja. Dat is echt letterlijk. Wordt dat misschien een lasser of zo? Ja. Ja. Dat hebben ze altijd ja. nodig. Ja. Ja. Maar is het ja. ook niet een mindset maar om terug te komen er straks... Hè, om, zo, de Svinde Rieder komt ook terug. Die had er een heel schoon. Uh, uh, ik zal het zo zeggen. Als ik de, de, uh, de Wens ja. hier zat, een geweldige carrière had, daar voelde tussen de regels een onrust: een fuck you. Ja. En de Svinde Rieder. Die was er compleet één mee. En die had een heel, heel, heel mooi uh, een soort beschrijving ervoor. En die zag dat als een groot pretpark, als een groot ja, feest. Ja. En ja, soms mag ik meedoen. En ik ben altijd kabel, ik mag meedoen. Ja, en over ja. dat pretpark of feest had hem eigenlijk, noem het dan de elite. Je weet wat ik zeg: hetgeen dat je in elke vorm in muziek, ja. het toneel, zo. Ja, de, de elite, degene waar, je al, waar iedereen wil bijhoren. Ja, en, tof, en, en, degene, en de mensen, de ja. mensen zoals Rukwaan die eigenlijk. Totaal op hun eigen, evenveel succes in me. Om een of andere reden is dat iets menselijk, dat ja. Omdat je er niet denkt dat je er niet bij mocht horen. Ja, ja. Je hebt daar een enorme aantrekking. Want veel is ook denken. Oh, 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 oh. Zit een is, kopje. Maar de Sven dus Rieder was er heel één mee. En ik vond dat een heel schoon contrast. En ik heb nu dat gaat er zo wat tussen zit. Ja, de, de, de Sven, en dat is iets wat ik vooral uh, bij de praatgroep geleerd heb. Waar ik zit om geen drugs of geen drank te gebruiken. Hmm. Mag ik mag de naam niet noemen, omdat dat anoniem is. Nu weet iedereen wat dat is. Dat is de naam van deze podcast. Welcome to like that the that AA, baby. <laughs> <laughs> Welcome to the AA. <laughs> We well, well, gewoon de naam van deze podcast it's noemen. Not the that's AA. Okay. It's <laughs> something like. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, is het met Jesus? <laughs> nou, <laughs> thank fucking God. Zullen we hebben het wel over God, ja, okay. maar uh, no. dat is met de interpreteren eigenlijk dat je daar zelf wilt. Dus dat is eigenlijk wel goede macht. En uh, dat vind ik, ik zelf natuurlijk. Mm -hmm. um, nee, maar daar leerde ook één ding. Leerde daar echt. Dat is dankbaarheid. En dat is iets wat het Sven ongeluk uitstraalt. Dankbaarheid, want die moet ook vechten voor zijn plutsen. Maar die is, die is zo dankbaar voor. Die is zo in harmonie met wat dat hem mag doen en wat dat hem doet. En de, bij mij zit dat, zit dat anders in één. Ik ben heel dankbaar soms voor dingen die ik mag doen. Maar ik heb ook het gevoel dat ik, uh, ik heb ooit het idee gehad om een schilderij te maken van een, 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 een kabeljauw mm. in een viscoum. Ja. Maar die viskoem is voor een goudvis ontworpen, zo groot. Maar die kabeljauw ligt er zo in. En dat klinkt heel pretentieus, maar dat, zo voel ik mij soms. Zo, uh, een te grote vis in een te kleine vaver. Mm. En dat is niet omdat ik zo groot ben om, omdat ik zo belangrijk of zo talentvol ben. Nee, dat je. Uw ambities. Je kunt niet ja. alles kwijt. Ja. Je, je, je wilt heel veel kunnen doen. En toen ik mijn eigen, eigen gezelschappen had, kon ik dat ook. Ten ik werkte elke dag non-stop en ik was gelukkig. Mm. En ik wou er een op tournee en we hadden, we hadden geld genoeg. En, en nu moet ik, ben ik afhankelijk van wanneer dat ze mij eens bellen. En als ik dan lees wat ik moet spelen, denk ik voor heel, veel, heel vaak: denk ik van, oh my god, ja. van is het weer daar. En ik ben altijd blij als er zo'n twist aan zit of dat ik iets extra ermee mag doen. Dus je zit letterlijk een beetje op je honger. En, ja, en dan dankbaar zijn voor wat dat je nog krijgt, dat kan ik bij mezelf al opwekken maar dat wordt ook een beetje kunstmatig op te duwen. Dat je maar dankbaar zit te zijn, dat je eigenlijk niet mag klagen, want andere mensen nemen het nog veel erger. Dat je denkt van, waarom kunnen wij ons in dit land nu gewoon echt vet ontplooien? Hmm. En echt gaan voor wat we willen maken? En ik zie hoeveel reeksen en films dat hier zelfs nog niet op de bureau van de producer geraken, omdat het niet commercieel genoeg is. Dat is, dat is een beetje... Ja, dat, dat, dat is het lot, dat is geleefd in dit land... Julien Schoenarts zei ooit hier op de Plein tegen mij. Ik zat daar met Koendebouw samen. Ik ken Julien al heel lang, omdat hij een heel goede vriend van mijn vader was. En die was al heel oud toen. Dat was nog voordat hem een beetje. Ja, hij was nog bij ook. Mm -hmm. En dan was hij met, met de Koendebouw Koen de aan het babbelen. En ik liep langs en. Hé hey Manu, kom erbij zitten, jongen. Oh. Oké, okay, um, <laughs> en ik zit erbij. En toen gingen we ons vertellen wat we moesten doen. Jullie moeten goed jullie talen leren. Jullie moeten leren wat de buitenlandse talen te bieden hebben. Want straks gaan de grenzen open. Ja. Die heeft zo'n geluid gekregen. Ja. Zijn zoon heeft gelusterd. Ja. Zijn zoon heeft gelusterd. Want ja. die zit internationaal op een niveau. Daar kunnen we allemaal een punt aan zorgen. Mm -hmm. En ik zit heel slecht in talen. Altijd geweest. Ik kan heel goed accentjes en dialectjes en... Maar een maar dat, geeft toch, dat geeft toch al een taalgevoeligheid dan, als je dat. Ja, toch kunt. maar ik heb dan meegedraaid in, in, in Baptiste en zo. Mm -hmm. En ik zijn zo blij dat ik mijn zin eruit heb. Ik, ja. en ik heb meegedraaid met Jean-Claude Van Damme, die twee scenetjes. Ik vind dat zo. Hoe erg. was dat eigenlijk? Hoe was Jean-Claude Van Damme? Ja, heb je daar geen goede verhalen over? Dat lijkt mij een waanzinnig. Ja, vindt wel. Om ik even heb, niet mee te maken ik, te hebben. Ik heb, <laughs> wel, ten eerste, welke film was dat? Uh, dat deed het toen de Bouncer, maar dat is. de Le legionair toch niet? Dat was nee, niet een nee. team Two Backs, zei de legionair nee. Le was wel Nee, maar The eh. Bouncer ken ik. Dat, dat de, is met ja. Kevin Janssen. Jawel, Samen jawel, League. jawel, jawel, jawel. Maar dat heet ja. Lucas nu, geloof ik, die film. Ja, Lucas. jawel, jawel. Dat is ja. dat dat een recentere film. Dat is ja. een recentere, ja. Ja, 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 ja. Ik heb hem niet gezien, maar. Ja. maar Oké, okay, er is een moment. Ik ben dan een soort middelman uh, die in Vals geld toe een, een, een belangrijke antiquair in Brussel. Dus de Sam en de. Uh, Jean-Claude komen binnen in mijn ongelooflijke pand. Ja. En ik kon ervan uit dat gangsters of mensen die in die handel zitten altijd een soort arrogantie hebben. Anders zouden ze er niet in zitten. Mm -hmm. Dus die komen dan, de Sam komt naar mij. Jean-Claude moest alleen maar zien. Want die zit eraan undercover. Die moest alleen maar zien. Dus die moest ook geen tekst kennen die een dag. En die moest ook geen geen uh, fysieke scène spelen. Dus je moet alleen maar binnenkomen en zien. dat is het, niet. Mm -hmm. dus volgens mij was hij zo stoot als een ganaal, maar bon. Mm -hmm. uh, je en... wordt al wel van gezegd dat hij al wel <laughs> wat deur een neus zeggen. Ja, ja. Overal deur gejocht, denk <laughs> ja. ja. Oké, okay, ik sta er en die Sam komt naar mij en ik speel die scène gelijk dat ik dacht dat ik dat ging doen. En dat is een soort arrogantie zit erin. Uh, Oké, okay. dan zie je zo... Jean-Claude, even met de regisseur babbelen. De regisseur kon Ja, ja Manu, uh, you have to. You're very uh, afraid of these guys. Uh, they are very dangerous. En ik denk, het is niet waar. Ik Moet hij dus een heel bange geldhandelaar, uh, vals geldhandelaar, een, een bange. Hoe kunnen nu bang zijn in dat beroep? Je bent echt bang, zijn, laat dat toch niet zin? Ik doe toch dik? Ja, ja. Maar dat was gewoon, Jean-Claude vond dat, dat ik te veel. Ja, charisma aan het ja. of zo. Nee, of zo. Ja, ja, ja. Whatever. Ja. Dus oké, okay. maar elke keer als wij dus 10 minuten stopten met filmen, dan stapte hij in zijn mega SUV en dan reed hij 300 of 250 meter verder naar een gigantische trailer en ging hij daar zitten in zijn salon. Mm -hmm. En dan kreeg hij hem via uh, een walkie-talkie te horen uh, dat hij terug moest komen. En dan moesten we allemaal wachten. Mm -hmm. En dan kwam hij terug met die mega bak naar daar gereden. met heel zijn gevolg, kwamen we allemaal binnen en dan ging hem terug stond zien want ja, ja. hij terug zeer naar ons zijn, want hij moest niks doen. Dus ik had zoiets van, mannetjes, dat kost hier tijd. En ik had eigenlijk ik wilde hem wel iets aan, op iets aansprengen, want ik wil een vriend waar ik samen mee schilder. Die had gevraagd: stel die saveur, lot foto's van mij zijn van mijn schilder. Ik wil hem schilderen met zijn handje. Mm -hmm. Ik denk godverdomme, God, verdomen, zit ik met die missie. En die gasten kunnen me klappen. Nee, wat nee, 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 ja. moet ik doen? Zo'n vriend. Ja, Je ja. goede maat ja. En, ja. Thanks, die, na, die, na, thanks, die, die na eerst tien keer vroeg of je ge het gevraagd had, en dan vroeg hoe dat was. in Ja, ja. En het gevraagd. Mijn portfolio afgegeven En dan mijn agent die zei nog van. nu zorg dat je een selfie met hem hebt. Voor op Instagram. Allee, dat zijn al twee opdrachten. Ja. En uiteindelijk hebben we een stop van maar drie minuten ongeveer. Ja. En die blijft hij, hij kon nog niet als een trailer. Ja, hij ja, blijft. Ja. En ik denk. Dat is mijn moment. Maar ik denk, ik kon nog niet over die dingen, maar ik kon altijd zal al breken. Dus ik stap erop af. En omdat hij zo graag wou dat ik heel bang speelde, zeg ik in het Frans tegen Sam en tegen hem: J'avais vraiment peur. En die zegt: Moi j'ai toujours peur. Mm -hmm. Every take. Mm -hmm. Die had dacht dus dat ik bang was om te acteren. Ja. En dat vond ik echt zo'n zo Jean-Claude van dat moment. Ja. Van, ik kon naar Rustel. ik ben altijd bang als ik moet filmen. <laughs> en ik zie hem zo, die Sam ook, die zit ook nog maar oh my god, oké, okay, ça va. Oh, dat is te goed. Echt jongens, oh. maar, maar leven want daarna heb je dan de thaisis gebroken en dan lag ik helemaal in één gestampt op de grond. En dan zei hij: ze had hem heel macho te doen over mij, want ja, ik was een slachtoffer, daar de macho over. Mm -hmm. En dan zei ik nog voor te lachen, kan je, kan je dit non, c'est non, kan je dit non, non. En dan moest ze heel hard lachen. En sindsdien was een man een dikke maat. Mm -hmm. En dan heb ik kunnen vragen of dat hem, dat de Wouter Steele omdat hem, of dat hem, hem mocht schilderen. Maar bon, ik had even goed niks kunnen vragen, want ik reageerde toch niet die gasten. Die, nee, ja, ja. Maar bon. die horen ook constant zo van die dingen. Hè. Dat ja, is ook, ja, ook de zo. Dat zijn van die kerels. Dan zijn wel een goede maat geweest. toch dus, ja. Ja. Ik ja. heb ja. mijn best gedaan. Toch? En die Eigen... had ja, ze ja. ook hier niet ingeshot, je door Jean-Claude? In nee, nee. Je nee. nee, door de Sam, maar dat was, ah, okay. was uh, off screen. Ah, ja. ja. Dus je ziet ze binnenkomen en goed, met tegen de muur. En dan is er een break. En dan zit ze maar volledig in je op de grond liggen. En dan doen ze iets wat ik nu waarschijnlijk niet mag zeggen. Oké, okay, dan moeten we dat nog niet vertellen. Mens. Dus geef het nog het, niet. is dan het einde van mijn rol. Ja. Mag ik u het wel zeggen? dat je met de Van Damme ja, ja ja ik heb toch een paar keer met hem in dezelfde ruimte gestaan ik heb, maar... ik heb je nooit ontmoet toen ik 15 was um, dat was uh, buiten de cinema Calypso die was toen met mijn zus de film uh, hoe noemde die nou weer dat was die, die uh, Moonwalker Een ah, film ja. met Michael Jackson oh, okay. ja, zo Dat was ik gewoon zien toen in de cinema met mijn, uh, met mijn zus denk ik en ik kom er buiten en iemand zegt Jean Claude Van Damme komt nog hier en ik, die, was, die was totaal onbekend toen. Je had eigenlijk twee films. En die is een doorbraakfilm was Bloodsport. En die had ik honderd keer gezien. Want ik was, ik was toen begonnen met karate training als ja. gast. En dat was mijn idool, omdat dat al een Belg was. Ook al. Dus, dus ik was helemaal in alle staten. En die ging de film Cyborg komen voorstellen. Als je dat eens moet opzoeken, dat is waanzin. Dat is zo'n soort Mad Max-achtige, crappy, low-budget bullshit-film. Waar hij dan de hoofdrol in speelde. En uh, ik herinner me nog goed, ik stond zo baten en ik dacht: zou die nou echt naar hier komen? En er stopt naar een auto en je stapt uit. En daar is Jean-Claude Van Demmen, die staat voor mijn neus en die is klein, hè? want ja, dat ja. die heb je ook al gezien. Merk, die nee? die komt tot onder mijn neus. En ik zie hem al nou staan en ik dacht: oh my god, dat is die in het dicht. En er was niemand dat er, dat er stond te wachten <laughs> of niemand herkende die. Dus ik denk dat hij op dat moment achteraf gezien, Kai blij was dat ik er naartoe ging. <laughs> en zei: Excuse me, are, hey, you're John Cloud van Damme. <laughs> en die is zo: Yes, yes. Ik zeg: Oh, I'm a really big fan. of bloodsport. and I also do karate. En, zo, zo dat, en hij zo: Oh, en ik zo: yeah, Can I have an autograph? En dan heb ik zo'n foto gekregen. Van hem die dat ermee gehandteken, ik heb die nog altijd liggen. Ja, top. By the way, en het beste dat hij tegen mij zei toen, uh, dat heb ik nooit vergeten, dat hij zo: uh, so, "It was uh, very nice to meet you, Alex." En die zo: "Keep training." En ik had zoiets: "I will." Ja, en, zo, ja. en ik heb zo nog jarenlang getraind ja. op die woorden ja, ja. Zo, tot mijn dertig jaar ja. nog volle bak, omdat ik altijd zoiets had van Jean Claude Van Damme had gezegd dat ik moest blijven ja, trainen. Ja, ja, ja dus Dat is zo'n ding, ja, dat, dat vergeet ik nooit. En voor mij blijft dat wel een beetje een held. Ja, ja. Hè, ondanks hoe ontspoord dat die is en hoe zot dat die ja. is en hoe... Hey, ik, ik had het altijd een beetje moeilijk met mensen die zeggen: ah, nu hebben we met Matthias Schoenaars eindelijk een acteur die doorbreekt in het ja. buitenland. Dan, ja, dan denk ja. ik Jean-Claude van Damme niemand. Ja. So, die want heeft ik weet als ik, als ik in Azië terechtkwam, hey, ik, ben, ik ben ooit naar Indonesië geweest, als ik daar aankwam en die zei hey, Where are you from? Hey, Belgium. Ja. Ah, Jean-Claude van Damme. Ja, ja. Iedereen. Hey. Ja. Iedereen dat dan altijd wel een bekendste acteur. Natuurlijk, die is gast de... is in, in, in Azië, dus, is die een huge acteur. Ja, ja, dat wel, maar als je weet. Dat, dat, die, die, die is dat niet het niveau? Die zit niet net onder de Chuck Norris. die, die je zit boven Chuck Norris. Ik denk dat die je die, die zit onder Stallone en onder Schwarzenegger, ja. maar die zit boven Chuck Norris. Ja. Die kerel ik denk is, dat, ook wel. dat is een, en zeker met die film dat daar in Brussel zich afspeelt. Uh, JCVD. Oh, maar, dat is een goede film. Ah, okay. dat hem daarin dood is zo ja, straf. Ja, dan is maar tende de ook door dat dat een goede acteur is, hè, Want dat is een moment als die er zo. Dat moet kunnen, hè? Die monoloog. Ja, die monoloog ten eerste en ten tweede wat bij mij wel heel hard opviel ben je. Als die in het Frans speelt, acteert hij eigenlijk veel beter. Ja. We hebben wel eens een videoclip opgepakt. En dan hadden we zo, dat was ook met wat special effects. En dan een van die gasten, Steve de Rover, die nou ook naar nou zo'n kortfilms en zo mocht, die deed er toen niet bij. En dan ging het, en dan zei ik zo van Amai, in deze clip stel je voor dat we hier nog zo een van de Sterren hadden. En die ging toen niet met Jean-Claude Van Damme doen. En ja. Zo kan hem altijd bellen, hè. En ik zei ja en wat kost dat? Nou, waarschijnlijk is deze bullshit is ja. hij iemand niet waar. Dus ik zeg wat kost het dan? Voor één dag 75.000 euro en dan komt die NF. Ja. <laughs> dat hadden we er nooit uit gehaald, Nee hey, Andries. <laughs> Flustert mannen, we hebben een plan. Ja. <laughs> om die, om die dan wat wazig te zien doen. Maar... Ja. Maar maar die, die, en die en dat die zat die dingen doorheen. is ook niet die Volvo reclame. Ja. Tussen die, die twee die die De epic split. Oh. Ja, dat is waanzin. Hè? Dat, is een, de, dat, is schone, dat is een schone reclame. Ja, vooral met die spoelde, fake is. Die spoelden niet deur. Maar dat reclame. is ook niet fake. Die je net had gedaan. Die, die, hey, wel, die kan, die split, dat witte Maar ze dat echt. Ik heb, ik heb dat gezien hoe dat ze die clip hebben gefilmd. En ik denk, oh, dat is CGI je, gefaked. Nee, nee maar, nee. maar hangt hem niet vast? Wel, je hangt niet? wel vast. Ja, oh, maar, Ja, tuurlijk. Maar je weet wel van. Als die camions per ongeluk moeten uitwerken. Ja, dan trekken ze die in, in tweeën. Dat is wel een redelijk zotte, zotte clip. Ja, ja. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat er zelfs ook zo'n parodie op is. Ik denk voor de tweede, uh, 21 Jump Street. Denk ik. Dat je Channing Tatum ziet. Die dat zo op, op rol schaatsen. En dat doe ik zoiets met die epic split. En je ziet je zo wijder en wijder dan. Ja, 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 ja. En het volgende beeld ligt hij zo op de grond. Zo, met zijn handen in zijn kruis. <laughs> dus uh, ja, dat, was wel, uh, dat is wel redelijk cool, de genre. Ja. Omdat... Ik... Om, ja. nog, om nog te eindigen, dat was een ding dat ik u er straks gevraagd had. Eigenlijk nooit als je dat, die een ene rol zou kunnen spelen, waar je van zegt dat is die die ik nooit niet krijg, of die waar ik altijd van denk: come on, man, geeft mij die nice. Ja. Wat zou dat zijn? Ja, ja een manager of zoiets. Een manager. Ja, een manager of iemand die in de business zit die. die uh, ja. Ik, ik antwoordde toen ook op dat, dat ding wat wij ooit geschreven hebben. Dat, ja. dat was ook een soort impresario, ja, 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 ja. een soort manager, ja. agent, whatever. Maar zo iemand die, die um, heel veel moet managen. Ja. En heel uh, heftig en zenuwachtig is. Een uh, beetje koki, een beetje ADHD. Mm -hmm. Een beetje zoals ik altijd geweest ben. Mm -hmm. Iemand die het heel druk heeft met alles te regelen en te doen. Dat lijkt me top om te spelen. Maar meestal is het zo. Nou, wat je wel hebt, die manager in dat ding dat wij aan het doen waren, was er zet wel een onderliggende zware depressieve ja, gast in. Hè? Ja, ja, wat dat meestal is, maar zo van die ja, die, die, die even rapper Porlein en pakken om, om de dag, dag aan te kunnen ja. en een stevig vioolconcert op zitten om even opgefokt te raken. Ja, en dan uh, ja, maar dat lijkt mij top om te spelen zo mm -hmm. dat soort figuren. Het, ja. Meestal zit ik zo de, de underdog, brainless gangster, mm -hmm. heel sympathiek, en warm teddybeer gangster wordt ook genoemd. Mm -hmm. Die niet eens heel slecht uit de hoek kan komen als een smeerlap, maar eigenlijk een goed hart is. Ja, ja. Dat zijn de dingen die ik altijd moet spelen, eh, mm -hmm. wat ik heel graag speel, mm -hmm. zeker weten maar zo de de de, plantricker, de, regel, de regelneef, dat ja. lijkt me fantastisch om te spelen, want dat ja. is iets wat da, dat ik eigenlijk helemaal leven gedaan heb. Onder andere kant je zit al wel Batman geweest, dat is natuurlijk ook niet zo slecht. Ja, yeah. ik heb gisteren nog opgenomen trouwens. Uh, serieus? Ja. Voor uh, voor wat was dat? De nieuwe dan? de nieuwe Lego film. Ah, oké, okay. ja, daar zit jij terug terug. Want jij ja. wordt Batman in de Lego movie. Ja, dan is dat de Lego Batman Special. movie. Special. Wat ook heel funny was, want omdat je het er straks nog had, misschien voor mij af te ronden, maar er straks dat je het had over dat typecasten, wat, wat echt iedereen overkomt. Hè. Ja. Ik heb ook een redelijk zware stem als ja. ik spreek. Allee, niet mega zwaar, maar ça va. Ik eindig ook altijd als een of andere grote, brede, niet zo intelligente kerel. <laughs> en ik weet ook in, in tekenfilms, hè, ja. en ik weet, of, ook, of ook heel vaak zwart voor een of andere rare reden. Ik ben ja. al twee keer een hele gespierde zwarte politieagent geweest. Maar het, 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 de Nadrian van den Hoofd, die dat toen de regie deed van, hè, van de Batman-Lego-movie, die heeft echt moeten vechten voor ja. mij om de Joker te zijn. En de kon je dat ko Omdat hij zoiets had van, nee, nee, die god daar nelen. Ik ja. weet dat, zie je dat toe, ja. dat dat volledig... En zo, om die net een te zwaar stem, en moet dat dan hier de been zijn? Of moet dat dan hier... Ja. En die hadden zoiets nee, 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 lotte die de Joker zijn, want die gaat dat doen. En dat is zo grappig, dat... dat dat mensen toch de neiging hebben om je zo hard al in een, in een hokje te steken, ja. puur op basis, bana ook al van je van uiterlijk ook. Ja. Zelfs ja. van het idee te hebben van, oh ja, dat is zo wat, de, de, de bonkige rocker met de diepe stem. Dus ja. we moeten die en altijd pakken voor dat soort. Dat is zelfs in tekenfilms, dat ik denk, ja maar daar mokken het toch niet uit, want nee. je zet alleen maar een stem. Ja. Ze moeten zelfs niet naar je kijken, je moet gewoon alleen maar iets doen en toch houden ze dat erbij. dus... Um, dus ja, het is, het is, het is niet iets waar jij alleen meer ziet. Zo. Nee, 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 nee. Dus er zijn die al mensen die dat al. Daar dat ben ik ook al heel veel tegengekomen. Ja, ja. En dan merk ik soms zo ook als ik met collega's praat: van nu gaan we het weer pollen jongen. Want je hebt nog best veel te doen. Je ja. hebt nog veel toffe dingen te doen. Ja. Dus ja. Eindje de boek zouden. Uh... <laughs> <laughs> zouden hier, Shut the fuck up. <laughs> <laughs> als ze het nog kan zeggen. Jaren ja. met kind. Oh, Jesus. <laughs> dat denk ik think wel denk een uitspraak van Chris Rock dat is even de beste uitspraken oh, even die zegt some people have jobs and some people have careers and people that have careers have to learn to shut the fuck up when they're around people that have jobs <totaltro> en dat is zo één ding dat ik wel nooit vergeten heb dat ik denk ja uiteindelijk je kunt het trouwen of keren of dat je het wilt maar ga je het wel een carrière nee <totso> Uiteindelijk. Ja, ja, maar je dat, hebt niet dat, alleen maar een job gedaan. Nee, je hebt een slecht jaar en een goed jaar. En, en, ja. dan, en, dan je, en ik moet daar echt aan denken, zeker als ik in de auto aan het rijden ben, en dan gaat er van alles door je kop moet ja. Ik denk van, gast, ja, je ge, dag dat gedaan, dat gedaan, dag gedaan. Dat. Ja. En ermee dat dat schilderen, ja, dat geeft mij rust. Ik en is er iets dat wij kunnen pluggen nog hier voordat we eindigen? Wanneer komt die tentoonstelling? Ah, wel, 22 maart in uh, Nationaal 55. Oké. Okay. Dus 22-55. Nationaal voilà. tussenin. Alright, cool. Manu Kersting. Yeah. Het was een uh, plezier om u hier te hebben. maar ik wil het niet meer weg. Nee, ik snap het. Ik snap het. <laughs> Wij willen hier allemaal niet weg, maar yeah. er moet ook aan mooie dingen een eind komen. Yeah. Dus dat was het deze week weer voor Welcome to the AA. zoals gewoonlijk met mijn brother from another mother, Andries en Manu Kersting. Yeah. Next time, biatches The first step on the road to recovery is admitting You have a problem. Welcome to the AA. Uh -huh. Ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. zijn Naar de feest! Schrift op de midden na Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.